Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van de heer Rutte en ik verzoek de griffier om hem en zijn steunverlener naar binnen te geleiden. Welkom, meneer Rutte. Geldt ook voor u, meneer Pol, hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedubeerde schaduwkanten. Deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. Wij onderzoeken als commissie hoe de besluitvorming hierover op cruciale momenten is verlopen. Ook kijken we naar hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen, de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. U, meneer Rutte, bent al ruim 12 jaar premier. Eigenlijk door de hele geschiedenis van het dossier sinds Huizingen betrokken bij het onderwerp. En daarom willen wij u horen als getuige. Ja. U heeft ervoor gekozen om de eed af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En om die reden verzoek ik u om even te gaan staan. En mij na te zeggen, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dan staat u onder ede. Dan mag u weer plaatsnemen. Het verhoor met u wordt afgenomen door mevrouw Van der Graaf en de heer Quint. En mogelijk dat mevrouw Katman op het eind ook nog enkele vragen aan u heeft. Helder? Helemaal. Dan gaan we beginnen. Kijk, meneer Rutte, u bent sinds 2010 minister-president van Nederland. Collega Van der Lee zei het net al. En in dit verhoor willen we met u stilstaan bij de gaswinning zelf, de veiligheid in het gebied, de afhandeling van schade, de versterking van huizen en investeringen in de regio als compensatie voor de nadelige gevolgen van de gaswinning. En we willen beginnen helemaal aan het begin, in ieder geval aan uw begin. Kabinet Rutte 1, u treedt aan als minister-president in 2010. Op dat moment zijn er in het Groningse gaswinningsgebied al meerdere zware aardbevingen geweest. Zoals de aardbeving in Westeremden in 2006. Het is dan 17 jaar bekend dat deze aardbevingen daadwerkelijk door gaswinning worden veroorzaakt. U presenteert op 30 september 2010 samen met het CDA het regeerakkoord Vrijheid en Verantwoordelijkheid. Daarin staat niets over de gaswinning. Welke rol speelde Groningen en de gasproductie in uw eerste kabinet? Nauwelijks, tot niet. Nee, ik heb dat ook nog eens nagekeken, maar antwoord is niet. Speelde op dat moment geen belangrijke politieke discussies op dat gebied? Nee. Los van de batenkant uiteraard, de inkomstenkant. Ja, maar ook daar is dat onderdeel dan van de normale jaarlijkse discussie over de begroting. Nee, het heeft eigenlijk tot de aardbeving bij Huizingen en uiteraard de effecten daarvan daarna, heeft het, ik heb het ook nog eens allemaal nagekeken, kom je eigenlijk niks tegen. Ja, want in de zomer van 2012 vindt die aardbeving bij Huizingen plaats. Wat kreeg u daarvan mee? Ik heb dat nog eens precies gereconstrueerd. En eigenlijk pas in 2013 zie je dat de discussie in het kabinet op gang komt hoe daarmee om te gaan. Begin 2013. Denk begin 2013. En als ik dan terugkijk naar die aardbeving in augustus 2012. Ik heb nog eens gekeken ook wat was er over in het nieuws die dag. Wat kun je erover hebben meegekregen? Dus dan is dat absoluut in het nieuws geweest. Dat zal me ongetwijfeld ook toen zijn opgevallen. We zullen daar ongetwijfeld wel met elkaar bij hebben stilgestaan. Maar ook in de ministerraad zie je niet dat daar discussies over zijn geweest. De significantie was op dat moment misschien niet meteen duidelijk. Ik denk dat je dat moet zeggen. En tegelijkertijd, als je erop terugkijkt, dan zie je dat er ontzettend veel schademeldingen komen na Huizingen. En dat het dus met de hindsight echt een hele grote verandering tot stand heeft gebracht in de hele gaswinning. Dat hindsight had uw toenmalige collega Verhagen het ook over tijdens zijn verhoor. Die zei dat hij er spijt van had dat hij toen niet direct naar het aardbevingsgebied is gegaan. Heeft u op dat moment overwogen om daar naartoe te gaan of was dat simpelweg toen niet op de radar? Nee, niet op de radar. Nee. Wanneer nam u uiteindelijk kennis van de adviezen zoals staatstoezicht op de mijnen die ging doen? Want u hebt de beving in augustus, dan gaat het staatstoezicht, de toezichthouder, komt met redelijk vergaande adviezen. Ja. Wat is het eerste moment dat u daarover geïnformeerd werd? Begin 2013. Je ziet, ik heb terug kunnen vinden, ambtelijk is er wel even contact geweest in december al.
Dat zou met mij besproken kunnen zijn, maar ik zie het echt terugkomen inderdaad. En zo beleef ik dat ook, dat we die rapporten krijgen, of de, althans de eerste adviezen krijgen van het staatstoezicht en anderen, begin 13. Dus dat betekent dat de aardbeving zelf ook op de coalitieonderhandelingen voor uw tweede kabinet, die toen liepen, eigenlijk geen invloed hebben uitgevoerd? Nee, je ziet het ook niet terug in het regeerakkoord bij mijn weten. Nee. Nee. Dat was inderdaad ook onze conclusie ja. Na het lezen van het regeerakkoord. Klopt. U herinnert zich ook niet dat er toen al gesprekken over gevoerd zijn, ook niet over de schadeafhandeling? Nee, in die formatie heeft dat geen rol gespeeld. Nee. Duidelijk. Nadat inspecteur-generaal der Mijnen, de heer De Jong, in december 2012 zijn bevindingen deelt met minister Kamp, verklaarde hij in zijn verhoor hier dat minister Kamp die in de top van de coalitie zou gaan bespreken. Wat heeft u daarover meegekregen van minister Kamp? Wat je ziet is dat uiteindelijk dat terugkomt in de ministerraad eind januari. Dat is een ministerraad waar ik zelf niet bij was, maar uiteraard wel wist wat daar besproken werd. Hè. Je krijgt natuurlijk al die agenda mee. Is de ministerraad het eerste moment dat minister Kamp dat dan zou wisselen? Of heeft hij daarvoor al met de coalitietop gesproken? In mijn reconstructie is dat die ministerraad van eind januari. Dus het zou kunnen zijn dat er in de coalitie over gesproken is, maar ik kan dat niet reconstrueren. Wat ik kan terugvinden is eind januari. Ja. In januari 2013 ontvangt minister Kamp dan het definitieve advies van het staatstoezicht om de productie uit voorzorg zoveel als realistisch en mogelijk is te beperken. Wat vond u van dat advies van het staatstoezicht op de mijnen? Ja, heftig natuurlijk, omdat dit voor ons allemaal een compleet nieuw onderwerp was. Uiteraard, vanaf het begin merk je in de discussies dat drie dingen een rol spelen. De veiligheid, de leveringszekerheid, maar ook zorgen over de financiën. Het gaat natuurlijk, op dat moment zitten we in het midden in de economische crisis en toch ook de bezorgdheid, wauw, wat komt er om ons af in financiële zin als je de gaswinning gaat terugbrengen. En ook op dat moment, in die discussie, een gevoel van we weten nog heel veel niet. Discussie tussen deskundigen, hebben we nou alle informatie, et cetera. Dat is echt de toon, vind ik, van de discussie op dat moment. En je ziet eigenlijk vanaf dat moment ook dat die discussie de jaren daarna, de eerste jaren daarna, heel erg in dat kader staat van uiteraard veiligheid. Ook de leveringszekerheid, wat ook een veiligheidsaspect in zich heeft, maar ook de financiën. De minister van Economische Zaken zit na het advies van het staatstoezicht van januari 2013 op de lijn van doorgaan met produceren en nader onderzoek doen. Hoe zijn die overwegingen in de ministerraad besproken? Daar ben ik zelf dus niet bij geweest, bij die ministerraad. Daar heeft iemand anders voor gezeten. Maar wat ik er nu voor reconstrueer is dat ook aan de hand van de notitie die de vicepremier kreeg ter gebruik, ter discussie in de ministerraad. Ik kan natuurlijk niet alles hier bespreken wat ik daarvan teruglees. Maar ging het ook wel langs deze lijnen, namelijk heftig, grote zorg over veiligheid. Op dat moment wordt ook zichtbaar welke directe schade huizingen met zich mee heeft gebracht, de aardbeving in huizingen. En ook grote bezorgdheid over alle verplichtingen die er zijn aan binnen- en buitenland, waar heel veel mensen en bedrijven afhankelijk zijn van het laagkalorisch gas wat uit Groningen komt, dat specifieke Groningse gas, Duitsland, België en Nederland. En ook een gevoel van, weten we genoeg? Hebben we nou alle feiten op tafel? Waarbij je ook hier en daar nog ziet, als je het nog eens even allemaal zo terugleest, ook wel discussie tussen deskundigen, wat dus aanleiding is geweest om een hele reeks vervolgonderzoeken te starten. In hoeverre zat het kabinet daarin op één lijn? Nogmaals, ik was niet bij die ministerraad. Ik heb in die dagen niet gemerkt, ook niet buiten die ministerraden, dat daar grote politieke verschillen van opvatting over waren. Hier was echt een gevoel, dit is partij politiek overstijgen. Er zijn echt wel momenten later in het dossier dat je ziet dat er ook wel politieke discussie is, maar dat is toch eigenlijk door de hele periode heen vanaf 2012 beperkt. Het is toch grotendeels inhoud. Wat overkomt ons? Wat overkomt de Groningers natuurlijk in de eerste plaats? En hoe gaan we daarmee om? Ja, u zegt heftig. Er waren grote zorgen over veiligheid. Ja. Ook zaken over leveringszekerheid. Financieel, is de impact van de productieverlaging. Ja. We weten heel veel niet. Het staatstoezicht adviseerde om uit voorzorg dan in ieder geval de kraan
wat verder dicht te draaien. Ja. Waarom is daar niet voor gekozen? Was dat een zorg die u ook was opgevallen van het staatstoezicht? Ja, ik denk dat dat allemaal zagen. Hè? Want die onderzoeken die werden ook natuurlijk breed gepubliceerd. Die zijn ook bekend. En ook besproken in allerlei overleggen. Ik ga een paar dagen later zelf naar Groningen voor een gepland bezoek. Dat ging niet over de aardbeving Huizingen. Maar dat was natuurlijk wel nu ook een onderwerp van dat bezoek. Dat was een dag of een paar dagen later. En wat je dus ziet is dat deze zorgen over veiligheid en leveringszekerheid er ook doorheen lopen. Maar tegelijkertijd ook het besef dat we met iets totaal nieuws worden geconfronteerd. En echt moeten weten wat nu te doen. Ja, maar... Dus het vraagstuk van het voorzorgsgedachte. Er is toen voor gekozen om eerst meer onderzoek te doen. Echt te weten hoe zit het. Dat hebben we gezien. Ja. Maar ik vraag u naar ik vind dat uw ook... overwegingen destijds. Heeft u gedacht, dan is het toch verstandig om uit voorzorg toch alvast een stap te zetten? Ik vond het verstandig om echt eerst te achterhalen wat hier precies aan de hand is. En welke stappen nu verstandig zijn. En heel veel zaken die we op dat moment nog niet wisten. Waar misschien nog in het verhoor over te praten komen. De vlakke winning of niet. En allerlei andere kwesties. Heel veel was niet bekend. Dus we wilden echt meer weten. U verwees al even naar die voorbereidende notitie voor de ministerraad. Daarin staat nadrukkelijk wat het gevolg is voor de staatskas bij een productieverlaging van 10 miljard kuub, 2 miljard euro. Speelde dat een rol voor u bij het steunen van de lijn van minister Kamp? Nee, niet doorslaggevend. Maar in die eerste jaren spelen financiën wel een rol. Niet doorslaggevend. Doorslaggevend was steeds de balans tussen leveringszekerheid en veiligheid. Waarbij naar mijn overtuiging leveringszekerheid ook een veiligheidsaspect in zich heeft. Als een bepaalde regio zonder gas zou komen te zitten, heeft dat natuurlijk ook allerlei gevolgen voor de veiligheid van mensen. Maar feit is wel dat in het dilemma waar het kabinet voor stond vanaf dat moment, ook financiën een rol zijn blijven spelen. En in hoeverre is op dat moment, of heeft dat deel uitgemaakt van de overwegingen, de potentiële impact van dit advies, als dat naar buiten zou komen? Dat was natuurlijk... De reactie in Groningen. In hoeverre heeft dat meegewogen? Ik was niet bij de ministerraad, dus ik moet dat reconstrueren, want ik was daar niet bij. Maar als ik mij weer in herinnering roep, het bezoek aan Groningen een paar dagen later. Daar was het een onderwerp, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ook daar was het niet het dominante onderwerp. Het dominante onderwerp bij dat bezoek aan Groningen, ik heb toen een gesprek gehad onder andere met de commissaris. Maar ook de andere thema's die toen speelden rondom economie en andere vraagstukken die al gepland waren voor dat werkbezoek, gingen toch door. Het is nu eigenlijk ondenkbaar dat ik naar Groningen zou gaan en niet gaswinning 80% van het bezoek is. Maar daar zie je eigenlijk nog dat het bezoek grotendeels over andere onderwerpen ging, maar voor een stukje over gaswinning. Dus dat is denk ik iets wat in ieder geval in Den Haag, en ik denk breder, geleidelijk aanpast die enorme betekenis heeft gekregen. Ja. U gaf al aan, u bent niet aanwezig bij die bespreking in de ministerraad, maar die voorbereidingen voor de ministerraad worden wel getroffen. En daarin zien wij dat er vooral veel zorgen zijn over hoe dit nieuws zou landen in de streek. Ik citeer. De landing van het nieuws in de streek dient juist perfect voorbereid te zijn met afspraken over ieders rol, verantwoordelijkheden en de woordvoeringslijn. Niet onderschat moet worden dat er een afbreekrisico is voor het voltallige kabinet. Was dat de hoofdzorg? Op dat moment? Ja, het is een ambtelijk stuk en ik heb dat op dat moment niet gelezen. Die ambtelijke stukken gaan naar de vicepremier die voorzit. Ik heb het nu gezien en ik snap het wel. Ik snap best dat men zegt, joh, je moet al die aspecten in ogenschouw nemen. En ook de vraag, hoe gaat de politiek hiermee om? Ja, niet de vraag, blijven die politici populair? Dat is niet de discussie. De discussie is wel de competentie van de politiek om met zo'n situatie om te gaan. En hoe wil het kabinet dan draagvlak krijgen in de regio voor dat besluit? Ja, nogmaals, dat reconstrueer ik nu als ik teruglees wat er in de ministerraad besproken is, waar ik dan niet bij was. En dat snap ik ook wat daar besproken is. Namelijk, we moeten dit natuurlijk, precies wat u zegt, dat is een van de zaken die daar aan de orde is, we moeten daar natuurlijk wel heel eerlijk en open over zijn dat dit heftig is, dat dit een grote gebeurtenis is en dat we... En in de loop van de tijd is dat natuurlijk nog veel pregnanter geworden, dat de aardgaswinning van iets wat iets prachtigs leek in de jaren 60, inmiddels stap voor stap begint te veranderen in een nachtmerrie. Ja. U refereerde al even aan het werkbezoek dat u brengt aan Groningen. Dat is inderdaad een paar dagen later. De ministerraad vergadert op 25 januari, 29 en 30 januari. Een week later bent u in Groningen. Ja. Dan citeer ik even wat er
de Telegraaf over dat bezoek schrijft, over wat u daar tijdens dat werkbezoek heeft gezegd. Premier Rutte heeft gisteren in gastprovincie Groningen benadrukt dat hij er alles aan zal doen om het geschonden vertrouwen van de Groningers weer terug te winnen. Zelf is hij niet bang voor dreigend onheil door de inzakkende bodem. Ik ben daar niet van. Wel ben ik van de aanpak. Rutte wil dat er onderzoek komt naar veilige manieren van de gaswinning. Ja. In hoeverre heeft u het advies van het staatstoezicht op de mijnen op waarde geschat? Want, omdat ik zeg, ik ben niet onder de indruk van de bodemdaling, bedoelt u. Ik denk dat dat gewoon een verkeerde opmerking is. Want dat is natuurlijk met alle kennis die we nu hebben onjuist. Maar jij ziet dus ook dat je in een fase zit dat we nog heel veel niet weten. En ook dat advies van het staatstoezicht nog echt aan het doordringen is. En tegelijkertijd wel de gesprekken ook daar erop gericht. We moeten dit met elkaar oplossen. En ik neem aan dat u daar tijdens dat bezoek heeft geproefd hoe dat nieuws was geland. Ja, maar wat ik u zeg, dat heb ik gedaan. En als ik er nu op terugdenk, op dat bezoek, en ook nog een bezoek in 2015, dan zie je dat het eigenlijk vanaf 2016-17 bij bezoeken ondenkbaar is dat het niet 80% over gas gaat. En hier ging het er maar voor een stuk over. Het bezoek ging eigenlijk nog door zoals gepland. Maar dan herhaal ik, over andere onderwerpen. Ja, maar dan herhaal ik nog even mijn vraag. In hoeverre heeft u dan het advies van het staatstoezicht op de mijnen en ook de waarschuwing die daarin zat voldoende op waarde geschat op dat moment? Nou, die uitspraak in ieder geval is daarmee in strijd. Als ik zeg de bodem, ik vermoed dat ik bedoeld heb, maar dan moet ik het ook natuurlijk zelf reconstrueren. Dat ik bedoel te zeggen, dit kunnen we ook met elkaar weer onder controle krijgen. In die zin dat er een manier is om veilig gas te winnen zonder risico voor de mensen. Ik bedoel daarmee, naar mijn overtuiging, niet te zeggen er is geen risico van bodemdaling. Maar wel, we moeten dit bestuurlijk en menselijk met elkaar onder controle krijgen. U zegt daar er alles aan te willen doen om het vertrouwen van de Groningers te herstellen. Ja. Hoe dacht u op dat moment dat te doen? Door met het kabinet, en dat is natuurlijk ter ondersteuning in de eerste plaats van de bewindslieden die erover gaan, ervoor te zorgen dat wij die onderzoeken zo snel mogelijk krijgen, op basis daarvan verstandige besluiten nemen. En wat je toen kon zien aankomen is dat zou gaan tenminste over hoeveel gaswinning is mogelijk op een veilige manier. Er was toen nog helemaal geen idee, je gaat terug naar nul, dat is pas veel later. Maar wat is een veilig niveau van gaswinning? In combinatie met wat kun je doen aan zo snel mogelijk natuurlijk schade herstellen. Versterken zie je eigenlijk pas later echt op de radar komen. Dat valt op dat moment, is dat nog niet zo sterk. Het is vooral schadeherstel. Maar op dat moment dacht u om het vertrouwen te herstellen, we moeten eerst meer weten. Ja, echt meer weten voordat je ook de verstandige stappen kunt zetten. Dat was echt de overtuiging van het kabinet. Dan wil ik toch nog even kort stilstaan bij wat het staatstoezicht op de mijnen dan in januari adviseert. Die doet één belanghebbende constatering, namelijk de zwaarte van de zwaarst denkbare beving in Groningen zou wel eens een stuk zwaarder kunnen zijn dan wij tot nu toe gedacht hebben. En die doet één belanghebbend advies. Zoveel als mogelijk, zo snel als mogelijk, minder gaan winnen. Op welke manier herstel je dan vertrouwen door een jaar van onderzoek aan te kondigen? Nogmaals, bij ons was de overtuiging ook dat niet alle deskundigen op één lijn zaten. Je ziet dus debatten ook tussen deskundigen. We hadden op dat moment natuurlijk ook te maken met allerlei verplichtingen, ook aan het buitenland, die je niet zomaar kon afbouwen. En ook de vraag, wat is dan een veilig niveau van gaswinning? Heel veel wisten we op dat moment niet. Dat is echt de reden geweest waarom we die vervolgonderzoek hebben laten doen. En dat vind ik ook verdedigbaar. Natuurlijk, achteraf denk je, hadden we allemaal dingen maar sneller en anders gedaan. Maar op dat moment vind ik dat een verdedigbare positie. Laat ik op één aspect wijzen. SODM, ik weet niet zeker op dat moment al, maar komt vrij consistent tot begin 2018 tot de conclusie een vlakke winning is nodig. Dat komt later. Ja, komt later. Ja. En stel dus dat we op dat moment gezegd zouden hebben, we gaan kijken of we heel snel terug kunnen en je zou later weer meer moeten gaan winnen vanwege het feit dat er wellicht vraagstukken zijn rond de koude winter of extra leveringsnoodzaak, dan zou je wisselend zijn gaan winnen. Nou, vrij kort daarna komt het inzicht naar voren dat je vlak moet winnen. Dat is ook de frustratie geweest later dat het in teruggang niet altijd zo snel ging als je misschien had gewild, bijvoorbeeld bij de formatie van 2017. Dus je ziet dat er echt op dat moment nog veel kennis afwezig was. Vanaf dat moment, vanaf begin 2013, vinden alle belangrijke besluiten over de gaswinning direct in de ministerraad plaats. Laat u in 2015 aan de Kamer weten in reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Wat betekent dat voor de besluitvorming?
Dat mensen een beeld krijgen, wat betekent het als iets een onderwerp is dat nou ja, ik alleen maar in de ministerraad plaatsvindt. Het is een zaak van het hele kabinet. We hebben overigens later ervoor gekozen om in de politieke of in de ministeriële onderraad die we hebben over allerlei vraagstukken rond economie, financiën ook, en infrastructuur, dit onderwerp daar vast te agenderen. Ja. Dat is later gebeurd. Maar zeker in deze fase, wat het besef, dit is zo groot, dit raakt het hele kabinet. We moeten dit allemaal met elkaar weten. Iedereen moet die discussie kunnen volgen. En dan moet je dat dus in de hele ministerraad doen. Waarbij het onvermijdelijk is dat heel veel besluiten worden voorbereid door groepjes ministers. Maar dat je uiteindelijk toch die hele discussie in de hele ministerraad hebt. En dan zitten we in het jaar 2013, het jaar waarin alle onderzoeken gedaan worden naar de risico's van de gaswinning. Het jaar na het SODM-advies. Ja. Het jaar na de beving bij Huizingen. In dat jaar wordt een record hoeveelheid gas uit het Groningenveld geproduceerd. Op welk moment werd u op de hoogte gebracht dat die winning in 2013 zo hoog zou liggen? Ja, ik besefte me dat eigenlijk, of het is geen Nederlands geloof ik. Ik realiseerde me dat eigenlijk pas begin 2018 na een interview met Jan de Jong. Ik ben gaan nakijken wanneer is het voor het eerst op de radar gekomen. En dan zie je dat het voor het eerst in een vragenset komt die ik meekrijg voor de persconferentie eind november 2013. En ook nog een keer terugkomt in de ministerraad van twee keer van begin 2014. Maar als je me nu zou vragen, wanneer heb je eigenlijk pas echt gerealiseerd wat een bizar hoog winningsniveau daar was? Dan praat je over, naar aanleiding van het interview met Jan de Jong, in 2018. In 2018? In 2018 geeft hij een interview, dan komt hij daarop terug. En toen heb ik me eigenlijk pas gerealiseerd hoe bizar hoog dat was, omdat het in 2013... in ieder geval in die vragenset zat. Ja. Want dat krijg ik op vrijdag mee bij de persconferentie. Waar ook allerlei vragen komen. En in het Dagblad van het Noorden was er bericht over die hoge gaswinning. Ik heb nog eens gekeken, kon het niet terugvinden in de ministerraad van die dag. Maar het zit wel in die vragenset, want er zou een vraag over kunnen komen. Ja. En dan begin 17 zie je het eigenlijk voor het eerst twee keer geadresseerd worden. En één keer, vooral op 24 januari, zeg ik uit mijn hoofd, wat indringender. Maar als je mij nu zou vragen, wat staat je het meest bij hiervan? Dan is dat de dreun die je in het gezicht krijgt als je dat interview met Jan de Jong leest, begin 18. Ik zit even te kijken, want begin 18, we hebben het nu over 2013. Mm-hmm. Heeft u toen niks meegekregen van wat er in 2014 gebeurde aan onvrede in Groningen over de regio toen daar bekend werd dat de winning zo hoog was geweest in 2013? Ja, maar zeker. Alleen nogmaals, de grote maatschappelijke discussie heb ik pas echt waargenomen in 18. Die was er ook in 14, absoluut, maar die was in zijn heftigheid pas in 18. En dat was omdat Jan de Jong daar een indringend interview over geeft. En ook een paar hele grote verwijten maakt die denk ik niet terecht waren, maar wel heel stevig. Ik wilde u vragen of u bekend was met het feit dat de strategie van GasTerra er specifiek op gericht was om zoveel mogelijk Groningen gas te verkopen. Maar dan, dat weet ik niet. Nee. Wat ons de spreeklijn was, en dat was ook hoe je het ook terugziet in die discussies in het kabinet begin 14, is de argumenten van de strenge winter, het vullen van opslagen en dat er minder gas was gewonnen in kleine velden. Hè. Ik zag ook terug in het interview wat u had met Henk Kamp, dat daar ook nog wel wat anders over te zeggen is. Maar dit is wat mij bekend is. In augustus 2013 bent u aanwezig bij een diner van Shell. Daar wordt ook het onderwerp gaswinning besproken. Ik ga er dan maar vanuit dat op dat moment ook niet de hoogte van de winning besproken is. Het is zelfs onzeker of daar de gaswinning is besproken. Het stond in de voorbereiding op het diner, maar ik kan zelf niet reconstrueren of de gaswinning daar besproken is. Maar het stond wel in de voorbereiding. We lezen in die voorbereiding ook dat u wel meegegeven wordt dat er toenemende onvrede is over. Ja. Maar dat is natuurlijk zo. Dat over de gaswinning. Dat is vanaf januari natuurlijk helder. Huizingen 2012 en vanaf januari 2013, SODM-rapport. Er was natuurlijk kritiek op het feit dat het kabinet eerst onderzoeken liet doen. Ja. Mijn bezoek aan Groningen eind januari. Dat was natuurlijk op zichzelf een oplopend gegeven. Dat op dat moment, en dat snap ik ook heel goed, daar heel veel discussie over was. Oud-minister Dijsselbloem verklaarde in zijn verhoor dat hij minister Kamp meerdere malen gevraagd zou hebben naar de hoge winning in 2013 en dat hij dat ook in de ministerraad gedaan heeft. Als ik u zo hoor, als het pas in 2018 de omvang daarvan landde, dan... Nee, in de ministerraad zie je terug in de noodhullen. Kom ik pas voor het eerst tegen op 17 januari dat er over gesproken wordt. In 2014? 2014, ja. Dus dan... weet u of u op dat moment zelf... Ik probeer zo goed mogelijk te scannen. Hè? Dus ja. Als u het eerder gevonden heeft, zal dat kloppen. Maar ik kom het voor het eerst tegen. Nee, dat correspondeert redelijk met wat wij ook gevonden hebben. Hm. Heeft u zelf toen daar ook om uitleg gevraagd? Of? Nee, dat kan ik daar niet terugvinden. En op 24 januari zie je het ook terug. Ik kan hier geen namen natuurlijk wie wat zegt. Maar ook daar ontstaat een discussie.
Ja. En daar zie je in ieder geval dat Kamp toelicht, en dat mag ik hier wel herhalen, omdat het ook in het openbaar is gebeurd. In het licht van de verplichting aan het buitenland, de kleine velden die uitgeput raken. Dus de bekende argumenten werden genoemd, die ook nog in 2018, toen het weer zo groot werd in de media, dit feit genoemd werden. Hoe verhoudt nou zo'n recordwinning in het jaar van onderzoeken, in het jaar na de zwaarste beving ooit, zich tot uw ambitie om dat vertrouwen te herwinnen in Groningen? Nou, dat is, zoals ze zegt, niet behulpzaam. En tegelijkertijd is de overtuiging steeds geweest, maar nogmaals uit dit onderzoek in andere feiten komen, zoals ik ze tot op dit moment ken, dat er op zichzelf verklaringen voor waren. Niet zijnde nog even snel gas winnen. Als dat wel zo is, dan zou dat zeer ernstig zijn. Maar wat we in ieder geval toen aan de verklaring kregen, waren deze argumenten. Ja. En die zijn op zichzelf nog voorstelbaar. Als je zegt, er was een strenge winter, opslagen moeten worden gevuld en er was een probleem met kleine velden, met onderhoud en stilleggen daarvan, dan is dat ook nog wel weer denkbaar dat dat zo kan. En dan kun je het ook nog uitleggen. Maar als je gaat kijken naar de winning van gas door de jaren heen, dan is 53 wel heel erg veel. Op 53,7 was dat geloof ik zelfs, of 9 ten opzichte meestal van... Meestal 30 jaar. Het was altijd onder de 50. Het was 5, 6, 47 max de jaren daarvoor. En het ligt ineens 6 bcm daarboven. Dat is wel heel fors. En we zijn bekend met die argumenten die de minister toen gedeeld heeft. Maar de afgelopen weken hebben wij ook meerdere mensen mogen horen die verklaard hebben... Ja, maar wacht even, als ons iets gevraagd was... Dan hadden wij wel degelijk kunnen schakelen. We hebben GTS gesproken, we hebben Gasterra gesproken. Op meerdere momenten is aangegeven, er waren nog mogelijkheden. Ook bij het ministerie van Economische Zaken. Maar goed, die zijn bij algemene zaken bij mij niet bekend. Dus dat kan zo zijn. Hè. Dus ik kan alleen maar zeggen, ik kom het voor het eerst tegen in die vraaggezet in november. En dan is de pap redelijk gestort natuurlijk. Was u bekend met... Nou ja, bijvoorbeeld de argumenten van GTS en Gasterra dat het achteraf dat het wel degelijk mogelijk was geweest om eerder terug te gaan met de winning. Ik heb niet alle verhoren kunnen kijken, maar uiteraard wel de persweerslag. Ja. Dan moet je jezelf, als je zo laat in het verhoor zit, wel steeds voorhouden. Dat is nu nieuwe kennis die ik nu heb uit de verhoren. Dus ik ga dat nu. Dus op dat moment was het ons dat niet bekend. Mij niet bekend. Maar nu wel, omdat ik dat natuurlijk terug zag in de verhoren. In juni 2013. Wordt de naderende hoogte van de winning gedeeld met minister Kamp. Zo hebben twee ambtenaren verklaard. Had dat ook met u besproken moeten worden? Ja, dat is... Ja, kijk, met een minister wordt ontzettend veel gedeeld. En die moet op dat moment natuurlijk iedere keer besluiten... wat deel ik ook met de premier. En dat is natuurlijk altijd een hele beperkte selectie daaruit. En achteraf zeg je natuurlijk altijd... Ja, had maar op zus, hadden maar met elkaar gezeten... en hadden we nog iets kunnen doen, maar... Dat is natuurlijk achteraf ook minder parlementaire spreekwoorden voor. Maar het was ook nog op 31 mei, daar vlak voor, was er ook nog een substantiële begroting van economische zaken, kom ik tegen. Hè, waarin wordt gezegd de raming wordt verhoogd. Ja. Er wordt er nog niet gewezen op hogere winning, maar wel een hogere raming. Ja, dat zijn natuurlijk pakken met stukken. Die, als je daar niet naar kijkt, specifiek door de bril op dat moment kennis hebben, er is mogelijk een veel hogere winning aan de gang. Die dan ongetwijfeld niet zijn opgevallen. En nee, ik verwijt dat Kamp geen seconde als hij dat niet met mij gedeeld heeft. Want dat, dat is iedere keer keuzes maken, wat bespreek je ook in het kabinet vervolgens. In die brief waar ik het net over had, die in 2015 naar de Kamer ging, waarin u zegt, ja, vanaf 2013 is de gaswinning het soort besluit dat wij in de ministerraad bespreken. Mm-hmm. Wordt daar... als argument gegeven. Ook biedt de ministerraad ruimte voor een open discussie die kan bijdragen aan het voorkomen van gesloten en technocratische besluitvorming. Ja, maar hier moet ik op wijzen natuurlijk dat de gaswinning in 2013 nog viel onder het systeem van voor 10 jaar. Dat viel nog onder een 10-jaarsperiode waarin niet ieder jaar opnieuw die gaswinning werd vastgesteld. Dat was een bevoegdheid op zich van de uitvoerders. Ja. Daarna, vanaf 14, is het natuurlijk zo dat we ieder jaar als kabinet die gaswinning vaststellen. Dus het is wel belangrijk om die notie daar ook wel naast te leggen. Dat op dat moment nog, laten we zeggen, in de administratie plaatsvond. En er was geen reden, denk ik, ook begin dat jaar om te zeggen... Oh, dan moeten we wel voorkomen dat we dit jaar plotseling meer gaan winnen. Achteraf zeg je, hadden we het maar gedaan. Maar begin van het jaar, ook op basis van de ervaringen uit de jaren daarvoor... met redelijk gemiddelde gaswinningen, was daar geen reden voor. De reden was het SODM-advies.
namelijk ja, dat zou de zo reden snel zijn. Mogelijk. Nee, om naar beneden te gaan. Maar daar hebben we het net over gehad waarom we hebben gekozen om eerst nog een aantal vervolgstudies te doen. Alleen, je zou ook nog de vraag kunnen stellen, had je dan moeten zeggen, ik wil ook weten als je meer gaat winnen. Hè? Dat zeg je achteraf, zou je er zelf over kunnen afvragen. Nou, achteraf denk je, nou, dat was een goed idee geweest, maar op dat moment lag dat niet voor de hand. Omdat als je kijkt naar de gemiddelde gaswinning uit de jaren daarvoor, geen aanleiding was aan te nemen dat er ineens pieken zouden ontstaan. Heeft u in die tijd zelf ooit overwogen om opheldering te vragen aan minister Kamp hoe die hoge winning nou heeft plaatsgevonden? Nee, maar wat ik daarover lees, hè, in die vraag die ik krijg, die conceptvraag, ik weet niet of die gesteld is in de persconferentie hoor, maar naar aanleiding van het artikel aan het Dagblad van het Noorden vind ik een logische. Achteraf begrijp ik, zijn er ook nog andere argumenten, maar in ieder geval hè, wat daarbij gezegd werd, die drie argumenten, die begreep ik. Dus dat was op zich geen reden om te zeggen van, hey, hoe zit dat? Op 17 januari 2014 presenteert minister Kamp het besluit over de reductie van de gaswinning in 2014 tot 42,5 miljard kuub. En daarbij ook een bestuursakkoord met de regio, getiteld Vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen, waarin bijna 1,2 miljard euro voor de regio beschikbaar wordt gesteld. Mm-hmm. Wat was de reden waarom deze twee zaken op dezelfde dag werden gepresenteerd? Nou, in ieder geval was dat al een hele tijd in wording. Ik had al begin in januari 2013 dat gesprek met Max van den Berg, de commissaris. En in 2013 zijn die gesprekken in voorbereiding om parallel aan, laten we zeggen, het oplossen van het probleem door gaswinning terug te brengen. Naar alle waarschijnlijkheid was dat nodig. Dat moesten we daar nog gaan besluiten in 2014. Plus schadeherstel en versterken om ook een pot te maken, een plan te maken met elkaar, met de regio. Er is een jaar lang aan gewerkt. In dat plan zitten ook nog elementen, ook van schadeherstel en versterken. Zeker, maar laat ik het dan even zo zeggen. Er komt een reductiebesluit over de gaswinning, maar op nog een hoger niveau van 42,5 miljard. En daarbij komt er, laat ik zeggen, goed nieuws voor de regio, want er komt een bestuursakkoord. Ik vermoed dat we op dat moment bedacht hebben, we moeten alles wat we hebben nu ook naar buiten brengen. En dat bestuursakkoord was natuurlijk al heel lang in wording. Is het toeval dat wat op dezelfde dag naar buiten komt? Is dat wat u nu aangeeft? Dat zou ik nog eens even heel precies moeten nalezen dan in die notulen. Of daar bewust voor gekozen is, omdat dat in de communicatie, dat kan ik hier zo gauw niet reconstrueren. Wat ik wel weet is dat al heel lang in wording was, dat bestuursakkoord in ieder geval. En op zich gingen we natuurlijk ook fors terug in gaswinning. Het was niet zo dat die doorging. Achteraf zeg je, had je nog verder terug moeten gaan. In de praktijk is die ook veel verder teruggegaan. Maar het was natuurlijk wel een grote stap terug. In de verhoren van de oud-ministers Kamp en Dijsselbloem is verklaard dat omwille van de aardgasbaten besloten is om naar 42,5 miljard kuub te gaan in plaats van naar 40 miljard. Dat besluit wordt pas in de ministerraad genomen. Wat was uw positie in die discussie? Ja, ik heb daar kennis genomen natuurlijk van wat zij met elkaar hadden afgesproken. En als ik het ook nu weer allemaal zo teruglees, dan zie je dat de eerste gedachte was, het Groningenveld kan terug naar 30. Maar dat gaat niet, want je moet vlak winnen, dus 40. Dan was de discussie over het sluiten van het hele cluster rond Loppersum. En als je dat helemaal sluit, zet je op 40. Maar als je daar nog een stukje op de waakvlam zet, blijft er 2,5-3 over. Dus kom je op 42,5. Wat ik weet is dat ook de belangrijkste onderbouwing is voor de 42,5 van 2014. In 2015 zie je dat ook financiën een grotere rol spelen om dat nog één jaar door te trekken op 42,5. Ik onderbreek u even, want we willen heel graag dit moment In 14, we zien het was een besluit voor drie Kamp jaar. Hè, wat aangeeft, we zouden terug moeten gaan naar 40. Maar minister Dijsselbloem zegt nee, vanwege de aardgasbaten 42,5. Het wordt uiteindelijk 42,5. Ja. Hoe stond u daarin? Nogmaals, dat is een discussie geweest, voor zover ik kan nagaan, tussen de twee. Ik heb wel een gesprek gehad op 10 januari met Kamp, maar niet met Kamp en Dijsselbloem. En op 10 januari zie je dat zij met elkaar die mailwisseling hebben die besproken is in het verhoor. En ik heb een gesprek met Kamp ook op die 10e. Zoals ik het reconstrueer en zoals het ook mij helemaal bijstaat, was het vanuit de inhoud voor 2014. Maar het was een besluit voor drie jaar. En het element van geld speelde wel degelijk een grotere rol voor 2015, om niet dan al naar 40 terug te gaan. Maar voor 14 is het voor mij de optelsom van 40 plus 2,5. Maar mag ik hieruit concluderen dat u eigenlijk de lijn van de heer Dijsselbloem hierin volgde? Nee, die twee hebben, tenzij ik bij zo'n gesprek ben geweest, maar dat kan ik nergens terugvinden, hebben die twee met elkaar gezegd, we gaan naar 42,5.
En dat zie je ook terug in het verhoor wat u met de beiden hebt gehad. En dat ook Kamp zegt, ik neem dat voor mijn kap. Dat is nou ook mijn besluit. Dat is overigens ook wel hoe het gaat in de ministerraad. Dat betrokken ministers natuurlijk heel veel vooroverleg hebben. En met elkaar komen tot een conclusie. Soms ook niet, hè. Dan vecht je het uit in het hele kabinet. Soms komen ze tot een overeenstemming. En ik vond die 42,5 in ieder geval verklaarbaar vanuit de gedachte, je hebt 40 plus 2,5. Ik ben vervolgens gaan zoeken, omdat het natuurlijk terugkwam in het verhoor, heb ik zelf nog een rol gehad in die gesprekken tussen Dijsselbloem en Kamp. Ik kan dat niet terugvinden. En u zei net, die 42,5, dat is toch een grote stap terug? Was dat echt zo'n grote stap? Dat denk ik wel, omdat ook het SODM eigenlijk, je volgt ermee, en dat doen we eigenlijk vanaf dat moment altijd wel, vaar je op het kompas van het staatstoezicht, maar ook op het kompas van de leveringszekerheid, het GTS. En in die combinatie kom je op de 40, dus je had naar 40 teruggekund. Daaronder was op dat moment, werd onverstandig geoordeeld. Maar nogmaals, er was een aparte discussie over het cluster Loppersum, waar, ik zeg uit mijn hoofd, we van 17 naar 0 konden of van 17 naar een waakvlam. En die waakvlam, voor mij, verklaart die laatste 2,5. Er werd met het besluit tot 42,5 miljard kuub afgeweken van het advies van het SODM. Had u daar zorgen over? Nee, omdat ik nogmaals begreep dat het nodig is om ook Loppersum wel op een waakvlam te houden. Voor het geval het nodig is om daar uiteindelijk toch weer meer te winnen. In het geval van problemen rondom koude winters of onvoldoende gevulde opslagen. Maar dat was voor 14 en 15 zie je wel degelijk dat tegen mij gezegd wordt. En dat is op zich ook wel passend in die hele periode. Dat daar ook juist financiële argumenten een rol spelen. Om niet in 15 al meteen naar 40 te gaan, maar dat pas in 2016 te doen. Maar het is natuurlijk een besluit wat daar genomen werd voor 3 jaar. Ja. Het zijn niet de forse stappen waar eigenlijk in 2013 al om werd geadviseerd. I beg to differ. De SODM zegt 40 en we gaan naar 42,5. Dus de discussie is denk ik over die 2,5. Maar niemand zegt op dit moment je moet onder de 40. Het is om even in perspectief te plaatsen. Wat u net zei, dus een forse stap terug. Dat is relatief. Dat is dan Provincie en gemeente starten al begin 2013 met een pleidooi voor compensatie voor het noorden. Commissaris van de Koningin Max van den Berg houdt onder andere een pleidooi voor een bedrag van 1 miljard euro. Het miljard van Max is dat gaan heten. Het miljard van Max. Ja, we hebben het over hetzelfde. Hoe keek u daar tegenaan? Ja, dat leek mij volkomen logisch dat je natuurlijk voor moet zorgen dat je ook breder kijkt dan alleen het vraagstuk van gaswinning, het vraagstuk van schadeherstel en het vraagstuk van woningversterking. Ik vond dat logisch. Het klinkt mij logisch, ja. En ik weet dat hij het ook met mij besproken heeft al in dat ontbijt in januari. Ja, goed, dan zit je ook wel even aantekenen tegen de bedragen, maar op zichzelf is dat natuurlijk is dat natuurlijk geen gekke gedachte om met elkaar te kijken hoe gaan we ook breder het vraagstuk aanpakken. En wat was uw betrokkenheid dan bij dat bestuursakkoord? Ja, dat is echt de vakministers. Ja. En maar u ontbijt met de commissaris van de Koning? Ja, dat is helemaal het begin. Koning, dus in 2013 ontbijt ik met Max en Max van den Berg. 2014. We begin 13. Ik haal het door elkaar. Dit is begin 2013, het ontbijt en het akkoord is van 2014. Exact. Ja. Dat klopt. Ja, maar dat wordt echt gesloten, die akkoorden, door de vakministers. En het kan hoogstens een keer zo zijn dat als het ergens vastloopt, ze mij bellen van joh, bel die nog eens even op om het duw te geven. Dan doe ik dat braaf en dan vraag ik wat moet ik zeggen. Maar dat zit echt heel erg bij de vakministers en de bestuurders in de regio, die daar met elkaar natuurlijk goed overleg over hebben. En er was ook volgens mij, als ik het zo allemaal teruglees, ook geen, was het niet controversieel dat dit moest gebeuren. Nee, u heeft net aangegeven dat u dat logisch vond dat daar ook naar gekeken werd en dat je een beetje aanhikt tegen de bedragen, maar u heeft dat gesteund, dat proces. In een voorbereidende notitie op de ministerraad lezen we dat u wordt geadviseerd met het oog op de budgettaire gevolgen de productie niet verder te verlagen dan strikt noodzakelijk. Maar minister Kamp wel het mandaat te geven om naar beneden te bewegen met de productie, mocht het overleg met de regio mislukken. Ja, ze had hier ruimte. In hoeverre zag u nou een lagere productie als onderdeel van de onderhandelingen over dat bestuursakkoord? Ja, dat is onderdeel van die discussie geweest in de ministerraad, wat u daar terecht leest. Dat is ook wel weer verklaarbaar, want je moet ook proberen met elkaar ook op één lijn te blijven. En de zorg in het kabinet was in dat dilemma tussen leveringszekerheid, veiligheid en financiën, waarbij naar mijn overtuiging de eerste twee steeds de doorslag geven, maar die financiën ook wel als een soort stressfactor op de achtergrond staan steeds. Dat zie je ook terug in dat niveau van 15.
En tegelijkertijd wil je ook breed natuurlijk proberen met de bestuurders en samen uit te komen. Dus er is gezegd tegen Kamp, ja, nou, dit is hoe wij er tegenaan kijken, maar ga die gesprekken voeren. Zo lees ik het. En er is natuurlijk altijd ruimte om, ja, je hebt natuurlijk altijd mandaat om wat verder te gaan. Dan zit er dus wel een verbinding tussen de onderhandelingen over een winningsniveau. Mm-hmm. En ook het bestuursakkoord dat voor de regio beschikbaar komt. Ja, je zit voor dat hangt dan natuurlijk met elkaar samen. Nou ja, in het kabinet is in 15, zie je in mijn voorbereide notitie ook staan, is er wel degelijk ook een discussie dat naast veiligheid en leveringszekerheid ook die grote zorg is over de financiën. Want anders had je misschien al kunnen zeggen meteen we gaan in 15 terug naar 40. Maar dat er ook iets voor de regio gedaan zou worden, dat hangt daar dan mee samen. Ja, als een soort het lastige is, de marges waren heel smal. Omdat het SODM-advies zegt, het brede Groningenveld moet terug naar 40. Loppersum moet eigenlijk uit. En Loppersum moet je dan op waakvlamstand zetten, was onze overtuiging. En dat komt tot die 42,5. Vervolgens gaat Kamp naar de regio. Ja, dan had de regio kunnen zeggen, kun je niet helemaal naar die 40. De vraag is dan even, had je onder de 40 kunnen zakken met die 2,5 Loppersum? En wat waren dan weer de risico's geweest? Dus ik neem aan dat als hij was teruggekomen, ja, de regio echt heel precies het SODM-advies volgen, dat we dan met elkaar opnieuw hadden moeten kijken, wat zijn dan potentieel risico's voor de leveringszekerheid als je toch een koude winter zou hebben. Ja. Maar het wekt de indruk dat dat de minister Kamp de ruimte krijgt om op het winningsniveau nog wat te bewegen naar beneden. Mm-hmm. Om daar draagvlak voor te vinden, zeg maar, bij de regio. Is dat de opzet geweest? Nee, maar dat is onderdeel. Natuurlijk was dit in dit geval wel van het gesprek, omdat we afwijken voor dat stuk 2,5 van het SODM-advies. Ja. En dat zit hem in mijn reconstructie dus op dat het openhouden van Loppersum voor een stukje. Tegelijkertijd zien we voorheen hier dat ook voor 2014 al financiën een rol speelden. Maar tegelijkertijd zou denk ik wel, als hij had gezegd, terugkomend naar ons, ja, jongens, luister, we moeten toch naar 40, was dat waarschijnlijk wel gedaan, denk ik. Maar dan had je natuurlijk wel opnieuw een discussie moeten voeren over wat is het risico als je Loppersum helemaal uitzet. Hè, want dan kun je het ook niet meer zomaar opstarten. Maar er vindt bestuurlijk overleg in de regio plaats. Onder andere wordt er gesproken over over het bestuursakkoord. Mm-hmm. Hangt dat dan met elkaar samen? De verlaging van dat de minister bewegingsruimte krijgt, manoeuvreerruimte krijgt om de winning misschien toch nog iets lager dan misschien toch naar die 40 te gaan. Ik vermoed dat u iets te in onderhandeling met de regio over dat bestuursakkoord. Ja, volgens mij is het meer een algemene zin dat je zegt, ja, jongens, dit vinden wij, je gaat nu naar de regio. We wijken af van het SODM-advies een stukje. Dus ik vind het heel verdedigbaar dat je zegt, luister, je kunt natuurlijk met elkaar nog een hele boom opzetten over de laatste 2,5. Als dat leidt tot grote wensen in de regio, ja, weet je, dan is daar ruimte. Maar dan hadden we daar ongetwijfeld weer opnieuw over moeten praten. En naar mijn beleving ging die 2,5 vooral over de vraag, kun je Loppersum wel of niet uitzetten? En als je op het brede Groningenveld op dat moment onder de 40 was gezakt, had je mogelijk, als je het zo allemaal reconstrueert, daar een risico gelopen. Nou, het is in praktijk allemaal een stuk lager geworden. Maar dat is denk ik wel in welke context dat staat. Dus het is niet een hoofdpunt van gesprek. Het hoofdpunt van gesprek was natuurlijk, hoe gaan wij financieel proberen ze te ondersteunen? Eind januari 2014, dan bent u in Hoogveen op een partijbijeenkomst. En de aanwezige media noemen het bestuursakkoord een steunpot voor het noorden, een zak geld. U spreekt dat tegen. Hoe keek u op dat moment aan tegen steun voor Groningen of compensatie voor Groningen? Maar wat zeggen de media? Die zeggen het is een pot voor het noorden? Dat het bestuursakkoord eind januari 2014... Ja. Een steunpot voor het noorden, zakgeld. Nou, voor mij was het wezenlijk dat we, en dat was voor het hele kabinet, dat we vanaf zeker januari 2013, toen Huizingen in zijn volle omvang ook door de SODM-adviezen naar binnen kwam, dat je in het vervolg ervoor moet zorgen dat je dat samen doet met de regio. En ja, het is natuurlijk volstrekt logisch dat daar dat kost geld, want je moet natuurlijk met elkaar dan ook dingen doen. De regio moest ook. Kijk, vergeet niet, een paar jaar daarvoor was er nog de ambitie in Groningen om de energieprovincie van Europa te worden. En toen aardgas nog geen probleem bleek te zijn, 2008, 2009. En daar was ook een heel stuk van de economische perspectief van Groningen toen op gebaseerd. Dus het besef vanaf 2012, 2013, dit is eindig. Dit is een nachtmerrie aan het worden in plaats van een enorme kracht
van Nederland, dat erbij hoort ook nadenken over de economische transitie. En dat zit natuurlijk allemaal ook in die gedachte. Ook een tijd dat in Nederland nog een zware economische recessie ging. En dat raakt Groningen ook hevig in die tijd. Het wegvallen van aardgas als, ja, ook als plek waar mensen aan het werk zijn. En ook toekomst voor kennisclusters. Logisch dat je daar met elkaar over praat. En ja, zeker, dat zie ik dan niet als een zak geld van er is een probleem en doe er maar wat leuks mee. Nee, dit was echt nadenken met elkaar over wat is een logische weg voorwaarts. En zo zat ook Max van den Berg erin, de commissaris. Ja, want we zien inderdaad in dat jaar 2013 dat er allerlei onderzoeken worden uitgezet. Maar dat de regio zelf komt met het onderwerp leefbaarheid. Ja. En de toekomst van de provincie en dat daarover nagedacht moet worden. Dat is niet een van de onderzoeken die dan bij de eerste onderzoeken van de minister Kamp zitten, maar waar ze zelf mee komen, ja. De commissie Meijer. En daaruit volgt dan dat bestuursakkoord. En daar zat wel een eigenlijk de basis. Dat klopt, daar ligt een basis. Maar beluister ik u nu goed dat u het op dat moment heel voorstelbaar vond en ook goed vond dat er dat er zo'n akkoord zou komen en dat dit een belangrijk aspect was om ook voor de regio aan een vorm van compensatie te doen. Hier is in het kabinet niet eindeloos over gesproken. Het grote punt was gaswinning. En tegelijkertijd het besef, we moeten met elkaar praten over de toekomstige relatie met Groningen. Maar ook vooral, wat is de toekomst van Groningen? Ja, en wat ik in mijn hoofd had steeds was het pad voor Groningen vooruit. Namelijk, je wordt een energieknooppunt van Europa, de wereld, het wordt een ook in kennisclusters, et cetera, dat wordt nu veel moeilijker. Het is niet weg, want ook nu nog zit er heel veel kennis op energie in Groningen die we nog steeds met elkaar goed kunnen gebruiken, ook zonder gaswinning. Maar het feit dat daar natuurlijk die hele grote organisaties staan, zoals NAM en GasUnie en de gasmarkt en GTS, noem maar op, dat is, ja, je ziet hetzelfde nu bij het medicijnagentschap in Amsterdam. Daar ontstaat ook een heel cluster van bedrijven omheen, rond zo'n dat hele gascluster ontstond ook een hele cluster van bedrijven. En dat was aan het wegvallen natuurlijk met het idee, dit is eindig. Op 30 september 2014 is er een aardbeving bij Ten Boer, 2,8 op de schaal van Richter. En in navolging daarvan komt op 16 december staatstoezicht met het advies om het winningsplafond, waar we het dus net al zo lang over hadden, alsnog bij te stellen naar beneden, naar 39,4 miljard kubieke meter. Hoe is er in het kabinet gesproken over dat eventueel opvolgen van dat advies? Ja, dat zie je in een aantal stappen gebeuren. Dat Ten Boer was natuurlijk, ik geloof niet dat hij boven de 3 was. 2,8 precies, maar hij was wel heel erg. Het is wel een van de grote iconische aardbevingen geweest. Hè. Huizingen, Ten Boer, later natuurlijk Zeerijp en Westerwijd werd. Dat waren van die momenten waar ook de hele besluitvorming een bepaalde kant op ging. Ten Boer was absoluut in die reeks de tweede aardbeving die leidt tot verandering. En dat zie je dus ook terug in de besluitvorming in het kabinet. Dat we met elkaar zeggen, we moeten nu terug met die gaswinning. Verder terug. En ik dacht, u zegt 39,4, inderdaad meen ik dat het SODM adviseert. Uiteindelijk zie je dat we dat jaar een stuk lager komen. Omdat er ook een discussie ontstaat in de coalitie. Hoe ver ga je terug? Ook tussen Partij van de Arbeid en VVD. Ook in coalitieoverleg. En dan kiezen we uiteindelijk ervoor om het voor een half jaar vast te zetten, zeg ik nog even heel precies. En de tweede helft van het jaar, de tweede helft te bepalen. En dan kom je volgens mij voor het hele jaar uit op 30 of 33. Ik dacht 30. Dus dan ga je een heel stuk zelfs onder die 39,4 zitten. Maar dat was echt zo'n iconische aardbeving. Heel erg. Verschrikkelijk voor de mensen die het meemaken. Maar in de besluitvorming ook eentje die Ten Boer, weet je, dat is er zo eentje die niet meer vergeet. Je merkt dan ook dat behalve het advies van staatstoezicht op de mijn ook de maatschappelijke druk toeneemt. Ja. Er wordt een fakkeltocht georganiseerd in Groningen en de organisatoren roepen daarop om op dat moment het besluit te nemen om niet meer dan 30 miljard kubieke meter te winnen. Mm-hmm. En dat komt overeen met wat GTS op dat moment aangeeft, de minimale hoeveelheid te winnen aardgas is voor de leveringszekerheid waar u het net over had. Hoe echoen dan dat soort geluiden vanuit Groningen door in de besluitvorming hier? Ja, ik kan natuurlijk niet alle vertrouwelijke gesprekken noemen, maar wat je wel ziet is op dat moment discussie, ook tussen partijen. Het is eigenlijk een van de weinige momenten dat er ook partijpolitiek discussie ontstaat. Binnen de coalitie? In de coalitie, waarbij uiteindelijk gezegd wordt, nou, 39,4 zegt SODM, leveringszekerheid ligt een stuk lager. En uiteindelijk vrij snel besloten wordt, laten we het voor een half jaar vastleggen en dan kijken. Hoe ontwikkelt het zich verder in dit jaar? En dan komt er, zeg ik uit mijn hoofd, nog een nieuw advies voor van het SODM tegen de zomer. En dan
Want er was ook nog een discussie om een 2 BCM marge te houden voor het geval de dingen mis zouden gaan. Of het toch ineens de weersverwachtingen helemaal zouden veranderen. Ja. Nou, maar als je kijkt, uiteindelijk is het uit mijn hoofd 16,5 en voor de tweede helft 13,5 is 30 voor het hele jaar. Het is inderdaad het uitstel tot juli. Het is de eerste halfjaar 16,5 miljard kuub. Ja. En in de week voorafgaand aan dat besluit vindt er overleg in het torentje plaats, onder meer met de fractievoorzitters. U zei, ik kan daar niet alles over zeggen. Ik hoop wel dat u daar iets over kunt zeggen. Maar dan praat u over juni, hè? Volgens mij gaat het in de week voorafgaand aan het besluit van februari. Ja, maar daar zie je dus, ik kan daar helaas, dat is echt partijpolitiek, ik kan niet dat allemaal in openbaar vervoer vertellen, maar wat wel zo is, is dat er gewoon, ja, dat zie je ook in de media volgens mij terug, discussie is. Er is ergens gezegd crisissfeer, dat heb ik nergens herkend. Dat was de heer Moorlach, die zei ja, dat ik hoorde dat in de verhoren, zag ik dat ergens terug, dat kan ik op geen enkele manier zien. We hadden daar zeker geen sprake van geweest, maar er was wel discussie. Van hoe ver kun je terug? Wat zijn de implicaties daarvan? Hoe ver moet je ook terug? Omdat het SODM natuurlijk zegt 39,4, dat is vanuit veiligheid. Degene die gaat over leveringszekerheid zegt, je kunt een stuk lager. Nou, uiteindelijk volgen we dus ook met discussie dat tweede. Wat is uiteindelijk, want u zei al, er was geen crisis. Dat komt overeen met wat de vakminister, met wat minister Kamp hier verklaard heeft. Wat was nou uiteindelijk het doorslaggevende argument om voor die tussenoplossing te kiezen waarbij het uiteindelijke besluit vooruit wordt geschoven naar juli? Zoals ik het reconstrueer, zit het antwoord in uw vraag. Namelijk, je schuift het dan vooruit. En je neemt geen onomkeerbare stap. Want met die 16,5 kon je nog steeds ook hoger zitten in de tweede helft van het jaar als dat nodig was. Je kon ook lager uitkomen. Uiteindelijk, tweede helft kun je natuurlijk minder pompen. Je kon ook nog wat meer als het nodig zou zijn geweest. Er was natuurlijk ook nog wel zorg over de vraag, kun je het redden met die 30? Is het zeker? Er zit ook die marge van 2 niet in. Dus er waren echt nog wel een paar technische vragen, maar ook politieke op dat moment. En in die combinatie, in mijn wijze van zien, is toen gezegd, laten we het voor een half jaar doen. En dan geef je dat even de ruimte om op basis van een nieuw SODM-advies later dat jaar dat besluit definitief te nemen voor de tweede helft. Waarom wordt er uiteindelijk niet gekozen voor het minimale niveau dat vanuit leveringszekerheid noodzakelijk is, dan kun je halverwege het jaar ook nog opschalen. Ja, nou ja, nogmaals, iedere keer zie je het dilemma in de discussie tussen leveringszekerheid en veiligheid. Maar er wordt ook natuurlijk de paniek over geld. Op dat moment zit je in 2015 nog in een buitengewoon moeilijke financiële situatie. Dus daar in het achterhoofd speelde dat altijd mee. Niet doorslaggevend, maar het was een factor. Ook hier is hij uiteindelijk niet doorslaggevend geweest, maar wel een factor. Dus dat vind ik ook verdedigbaar. Het kabinet moet natuurlijk steeds al die belangen en al die dilemma's afwegen. Zeker. Maar als we nu de twee momenten, de reactie na Huizingen en de reactie na Ten Boer, naast elkaar leggen, dan zien we na Huizingen dat het advies van de veiligheid niet doorslaggevend is, omdat er ook nog leveringszekerheid is. Nu zitten we in Ten Boer. Dan kan het vanuit de leveringszekerheid wel, maar dan is dat argument weer niet doorslaggevend. Mag ik het oneens zijn? Nee, na Huizingen zaten we bij het punt met de SODM-adviezen dat we moesten weten, hebben we genoeg informatie? Er moest vervolgonderzoek plaatsvinden. Hebben we net ook even besproken. In 2014 zie je natuurlijk bij die eerste 42,5 voor 15 en de 40 voor 16 zie je wel die balans tussen levenszekerheid, veiligheid en geld. Waarbij in de discussie steeds, en dat is ook logisch, voorop staat veiligheid, levenszekerheid, maar het blijft ook natuurlijk gewoon een politieke weging, keus maken en schaars. Dus je kunt niet zeggen dat geld speelt helemaal geen rol. Dat speelt natuurlijk altijd ergens ook nog een rol, maar niet doorslaggevend. Ook hier is het eigenlijk niet zo geweest. Maar de zorg natuurlijk bij sommigen in zo'n coalitie van ja, maar dat is wel een heel groot gat tussen wat het SODM adviseert en waar je dan gaat zitten. En wat betekent dat dan weer voor deels ook een oprechte zorg over dat misschien de basis 35 is, want dat was ook nog het punt. Als ik echt naar het SODM kijk, zeggen ze ja, 33 plus 2 is 35. Nou, die 16,5 was daar weer de helft van. Van die 33 althans, zonder die plus 2. Maar in ieder geval van dat basis, van die basis BCM. Dus uiteindelijk is toen gezegd, laten we gewoon een half jaar vastzetten. En dat is ook deelstuk het politieke probleem doorschuiven. Dat klopt ook, maar dat hoort ook, hoort ook soms bij de politiek. Heb je in ieder geval geen onomkeerbaar besluit genomen en kun je nog steeds ook verder terug. Ja. Waarom heeft u niet gepleit voor een minimaal niveau van leveringszekerheid?
Nou, uiteindelijk is dat gebeurd. Maar in de discussie moeten we natuurlijk steeds die afweging maken tussen de verschillende belangen en ook het financiële belang. Het is natuurlijk, als het vanuit de veiligheid niet nodig is om, is op dat moment de inschatting aan het begin van het jaar onder 39,4 te gaan. En je gaat daar zo ver onder zitten met enorme gevolgen voor de begroting en bezuinigingen. Is dat natuurlijk een afweging die je moet maken. Nogmaals, dat is uiteindelijk, denk ik, op een verstandige manier geëindigd in die 30. Begin 2015 presenteert de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar onderzoek naar de gaswinning in Groningen. En ze presenteert stevige conclusies. Ze concludeert dat de overheid en de oliemaatschappijen niet zorgvuldig zijn omgegaan met de veiligheid van de inwoners van Groningen. En vanaf dat moment wordt er binnen het gasgebouw, maar ook in de politiek in Den Haag, in de coalitie, druk nagedacht over de vraag hoe maatschappelijk draagvlak kan worden herwonnen voor de Groningse samenleving. Welke manieren om dat draagvlak terug te winnen achter u nou verstandig? Voor mij stond voorop voor het hele kabinet dat het hoofdspoor moest zijn terugbrengen, gaswinning. En de twee kernproblemen die met gaswinning samenhangen, dat is dus schadeherstel en versterken, die proberen zo goed mogelijk vorm te geven. Eerst schadeherstel en versterken komt daar natuurlijk heel snel bij als een heel groot onderwerp. Dat eigenlijk vanaf het begin al. Maar in de politieke discussie was het aanvankelijk vooral schadeherstel. Daarnaast goed overleg met de regio, draagvlak met elkaar zoeken. Hoe bouw je ook naar een regio die economisch weer perspectief heeft, weg van wat aanvankelijk toch een grote pilaar was onder de toekomstige economie van Groningen, namelijk die bredere energieambitie die aan het wegvallen is. En daarnaast, tot slot, een hele lastige discussie, namelijk als er zoveel huizen moeten worden versterkt en schade moet worden hersteld, hoe zorg je ervoor dat je ook de bredere ruimtelijke inrichting van Groningen daarin betrekt. Dat was uiteindelijk ook een factor die natuurlijk complexiteit met zich meebracht, maar wel een belangrijke discussie. Wat bedoelt u daarmee met dat laatste? Nou ja, wat je natuurlijk ziet is als je naast schadeherstel en versterken, natuurlijk een eindeloze discussie geweest door de jaren heen, doe je het gebiedsgericht of doe je het risicogericht of een mix? Dat gaat over de manier waarop je de versterking aanpakt. Ja. Maar als het gaat om de manieren om draagvlak te vinden, op dat moment dacht u, dan moeten we ervoor zorgen dat schade, herstel en versterken, dat goed loopt. Ja. Dus dat er dat is heel belangrijk. Actie in de tent. Dat ging overigens niet goed, hè, laten we eerlijk zijn, maar dat was en heel moeilijk. En dat er ook wordt gekeken naar het bredere toekomstperspectief van de regio. Dat waren de twee ankers waarop u dacht. En het terugbrengen van de gaswinning als hoofdpunt natuurlijk. Ja. Goed dat u die nog even aanhaalt. Ja, ik noemde het ook net. Ik noemde de drie. Het is het terugbrengen van de gas. Steeds waren er drie hoofdstukken die je moest tegelijkertijd in oogschouw. Gaswinning terug, schadeherstel en versterken. In december 2015 heeft u een afspraak met Ben van Beurden van Shell om te spreken over de toekomst van het Groningenveld. Shell komt met het voorstel van een nieuw deal. We hebben er net in het verhoor met de heer van Beurden veel aandacht voor gehad. Heeft u dat kunnen volgen? Nee, ik heb alleen de media-uitingen daarvan gezien. Ambtelijk is het gevolgd. En ik heb er nog even, voor ik hier naartoe ging, omdat je iets later begonnen, ben ik er nog even over bijgepraat. Even over bijgepraat. Dus ik denk dat ik ongeveer weet, maar goed, niet helemaal letterlijk kunnen volgen. Maar wel de New Deal. Maar de New Deal zegt me even, sorry, dat zegt me dan net even weer niet. Kom ik op. Moet je me even helpen. Shell wil draagvlak krijgen voor een stabiel, winstgevend winningsniveau voor enkele jaren. Door onder andere een groter deel van de gasbaten te delen met de regio Groningen. Hoe reageerde u op dat voorstel? Ja, allemaal mooi. Maar uiteindelijk is dat niet doorslaggevend. Kijk, doorslaggevend was natuurlijk toch in die hele discussie, ook met Shell, en dat realiseerden zij gewoon ook wel, van wat is er vanuit veiligheid nodig en leveringszekerheid. Maar prima natuurlijk als Shell bereid is meer geld in de regio te steken. Altijd mooi. Altijd mooi. Maar dat kan geen onderdeel van je beleid zijn. Want ik zag dat ook een beetje terug van, maar een beetje wennen aan het idee dat zijn aardbevingen, want dat hoort erbij. Ja, dat is zo zat het kabinet er natuurlijk niet in. Ja. In hoeverre zag u dat dan als een lobby van Shell? Lobby weet ik niet. Kijk, Shell is een fatsoenlijk bedrijf, wat jarenlang het grootste bedrijf van Europa, een fatsoenlijke firma, die ook werd geconfronteerd met alle problemen die zich hier voordeden. Maar ze hebben een commercieel belang. Ze hebben natuurlijk een commercieel belang. Dan moet je wel steeds in je achterhoofd houden om zo lang mogelijk zoveel mogelijk gas te winnen. Op een, denk ik, want zo ken ik het bedrijf wel, een fatsoenlijke manier. En zij zullen ongetwijfeld hebben gedacht, als ik zo dat stuk van het verhoor terugzie, van als je meer investeert in de regio, dan ontstaat er misschien meer draagvlak voor aardbevingen. Maar dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Want aardbevingen leiden tot risico's. En die moet je
gewoon sec in ogenschouw nemen. En op basis van dat aardbevingsrisico bepalen wat je winningsniveau is. Anders gaat het natuurlijk, ja, dan zeg je we accepteren grote risico's, want we hebben verder ook een mooie investering in de regio. Ja, dat gaat niet. Die investering in de regio moet er losstaan van het hoofdspoor. En het hoofdspoor is gaswinning terugversterken en schadeherstel. Hoe woog u de inbreng van Shell over de noodzaak van een stabiel winningsniveau, wat hun oogmerk was, tegen de wens om de gaswinning te minimaliseren tot een niveau van leveringszekerheid? Nou ja, kijk, het kabinet zei, je moet SODM is leidend, wat is nodig vanuit veiligheid? En vervolgens kijk je steeds naar GTS, wat is nodig vanuit leveringszekerheid? In de meeste gevallen zit dat heel dicht bij elkaar. Eigenlijk alleen in 2015 zie je daar een groot gat, of in 2014, 15 discussie, net had met de heer Quint, zie je dat grote gat. En de rest van de tijd zie je eigenlijk dat het heel dicht bij elkaar zit. En we hebben dat eigenlijk, na de discussie in 2014, hebben we dat eigenlijk altijd heel precies gevolgd, dat hele pad. Dus op dat moment is ook die Raad van State uitspraak net geweest. Ik denk dat dat ook meespeelde bij Shell, als ik zo het verhoor teruglas. Ja, want althans in de media-uiting, want ik kon niet het hele verhoor volgen, maar wel even dat klopt. Wat mediaberichten gezien. Ja. Dat toen net die Raad van State uitspraak gehad, die zegt je moet dat terug naar 27. Dat is twee weken daarvoor dat de Raad van State een uitspraak doet. Zij adviseren dan in een voorlopige voorziening een winningsniveau van 27 miljard kuub. Ja. Terwijl de NAM op dat moment meent dat 33 miljard kuub veilig is volgens hun risicoanalyse, mits er voldoende huizen versterkt zijn. Mm-hmm. Hoe woog u die twee af? Ja, daar god valt dat het SODM-advies. En hier was de Raad van State held. En je ziet ook eigenlijk dat in een paar rondjes in het kabinet we toch eigenlijk heel snel op die 27 ook uitkomen. Ik deel dat volgens mij ook mee. Althans, in de voorbereiding kom ik dat, dacht ik, tegen. Of het was mevrouw Van Loon die dat zegt, dat het in het diner op 26 januari aan de orde kwam, die 27. Dat zal het zijn, hè? Dus niet die 33. Nou, we hebben net in het verhoor met de heer Van Beurden vrij uitvoerig stilgestaan bij het gesprek dat hij heeft in december met u. Mm-hmm. En dan gaat het over de New Deal, waarover hij dat zoveel woorden. Die New Deal heb ik in 2015 al bij de NP op tafel gelegd. Hij zal bedoeld hebben, de zorg bij Shell. Hoe gaan we nou in de toekomst met die verhoudingen om tussen, denk ik, maar u was bij het voor, sorry, ik niet tussen. Ja, maar het gaat ook al over die 27, want dit gesprek vindt dus plaats twee weken na die uitspraak van de Raad van State. Ja. Dus dat die winning naar 27 BCM zou moeten. 27 miljard kuub. En de heer Van Beurden verklaarde daarover dat u al vrij snel in de reassurance mode zat. 27 is goed. U sprak daarover geruststellende woorden. Ja, heeft u dat zo ook gedaan? Maar dat was ook natuurlijk wat we op dat moment wisten. Die uitspraak lag er van de Raad van State in november. En we hadden toen al voor dat gesprek ook in het kabinet daarover gesproken. En er was eigenlijk geen discussie anders dan dat we die 27 gingen accepteren. Dus dat begrijp ik. Ja, dat op zich. Ik weet niet of dat reassuring was, want zij wilde meer, dacht ik. Maar zij zei dat kan meer. Zij gaven aan dat 33 veilig was. Ja, heeft u in dat gesprek op een of andere manier een toezegging gedaan richting Shell? Nee, dat kan ik ook niet doen. Dat is niet mijn bevoegdheid. Nee, dit zijn natuurlijk gesprekken, relatiegesprekken, waarbij je natuurlijk alle thema's met elkaar bespreekt. Maar ik kan geen bindende toezeggingen doen. Dus, maar goed, die 27 weken af wat zij wilde. En die gesprekken vanaf dat moment, en zeker ook in 16 en 17, stonden veel meer in het teken van de nieuwe relatie overheid, oliebedrijven, oliemaatschappijen, omdat zij zich grote zorgen maakten over de terugloop. En daar begreep ik één ding heel goed. En dat was een toenemende zorg ook bij het kabinet, dat ze zeiden, ja, als je steeds verder teruggaat, dan wordt het steeds kostbaarder om dat gas te winnen. En de kans dat we er nog iets aan verdienen neemt af. En we lopen ook allerlei juridische risico's. Nou, dat wordt in 16 en 17 nog veel groter. Dat leidt uiteindelijk natuurlijk in 18 tot een nieuw akkoord op hoofdlijnen. Wat ook echt nodig was en wat ik ook logisch van hen vond dat ze dat wilden. Dat ze zeiden, ja, we moeten toch echt weten waar we aan toe zijn. Ja. Dacht u op dat moment in het gesprek dat 27 miljard kuub meerjarig het niveau kon blijven? Of verwachtte u nog verdere vermindering van de gaswinning? Dat kun je op dat moment niet zeggen. Kijk, op dat moment in het kabinet was het die 27. En dat was natuurlijk alweer een hele forse teruggang. Dus je denkt dan iedere keer, dan zal dit het wel voor een paar jaar zijn. Als je in praktijk kijkt, zie je dat we natuurlijk alweer heel snel daarna, wat is het, in mei 16 alweer het advies krijgen om nog verder te zakken. Dus dat gaat eigenlijk heel snel terug verder.
Dus je kunt er ook nooit harde toezeggingen over doen. Je kunt alleen die 27, ja. Als ik het verhoor teruglees in de media-uitingen, dan heeft hij iets gezegd als... ja, dat was een beetje het laagste niveau waarop je nog, waarop je nog geld kon verdienen. Nou, dat bleek later overigens wel mee te vallen, want op lage niveaus hebben ze ook nog wel wat dubbeltjes verdiend. En iedere keer als wij natuurlijk zo'n niveau prikken, dan denk je, nou, dan zal dit het wel voorlopig zijn. Afwachten tot het volgende SODM-advies komt. Ook met steeds in je achterhoofd, ja, als het nog verder teruggaat, moet er ook weer voor... leidt dat ook weer tot effect op de staatsfinanciën. Maar ja, op dat moment was dat geen overweging meer vanaf 15, 16. Dan zie je eigenlijk dat we altijd dat helemaal volgen wat het SODM adviseert. Als we kijken naar wat er gewisseld wordt in de verslagen van die gesprekken, dan zien we inderdaad dat de discussie ontstaat over de hoogte. En dat Shell hogere wensen heeft dan op dat moment toegestaan zijn. Mm-hmm. Maar ook vooral dat zij op zoek zijn naar meerjarige... zekerheid, zeg maar. En dat zij de indruk hebben dat u dat commitment wel wilde aangaan. Ja, dat kan ik voor mezelf, heb ik dat niet in mijn beleving van die gesprekken. Wat ik hoogstens zou je dan kunnen zeggen, als ik probeer een beetje naar Ben van Beurden toe te redeneren, dat natuurlijk iedere keer als er zo'n nieuw niveau wordt vastgelegd, dat je denkt, dan zal dit het voorlopige leven zijn. Omdat je ook weet dat iedere keer als het weer lager werd, dat was natuurlijk de stress al die jaren, dat het verder verlagen van gaswinning ook altijd weer leidde tot een direct gevolg voor de staatsfinanciën. Mm-hmm. Dus je hoopt dan eigenlijk, nou misschien kan er op dit niveau dan veilig gewonnen worden. Maar ja, dat bleek helaas van korte duur te zijn. Hoe vaak sprak u elkaar eigenlijk? Ja, u heeft dat lijstje denk ik wel gehad. Hè? Dus we hadden de traditie van een aantal van gesprekken die we voerden tussen een top van het kabinet, of een deel van het kabinet, ja. Niet de top per se, maar een deel van het kabinet. En het executive committee van Shell als dat in Den Haag vergaderde. Dat ging over allerlei onderwerpen, vooral geopolitiek. En kregen wij natuurlijk ook de aardgaswinning mee. En dat heeft, zag ik in het verhoor met mevrouw Van Loon, in ieder geval is dat besproken, of in het gesprek zelf, of misschien aan marge van het gesprek begin 2016. Toen ging het ook over die 27, melden zij, begreep ik in het verhoor. Maar die diners gingen niet per se over aardgas. Daarnaast zijn de gesprekken vanuit EZK vooral met de directeur Nederland, met Van Loon. En heb ik zelf, hou ik mijn... door de jaren heen, en dat doe ik op de dag van vandaag, mijn relatie goed met de top van de grote bedrijven, omdat die voor Nederland essentieel belang zijn. Dus of dat dan Peter Wenning van ASML is of de baas van Unilever of Shell of andere bedrijven. Dus er zijn natuurlijk heel regelmatig contacten. Ja. Een aantal keren hebben die ook al wat formele karakter. Bijvoorbeeld als een diner niet doorgaat, dat ziet u ook in de stukken. En dan krijg ik een wat uitgebreidere voorbereiding. En soms zijn ze ook heel informeel. En hoe verhoudt zich dat tot de hoeveelheid contacten die u met ExxonMobil had? Dat was... Eigenlijk niet. Ik ben één keer geweest op hun commissarissenvergadering, hadden zij in Delft. Maar daar heb ik alleen gesproken. Voor zover ik kan nagaan is het daar niet specifiek over Groningen gegaan. Er waren ook de commissarissen meer dan de top. En de baas van Exxon is twee keer bij een gesprek geweest. Samen met eerst Kampten bij en de tweede keer met Wiebes. Maar dat waren echte gesprekken die heel erg gingen over... nu moet het stoppen, wat jullie aan het doen zijn. Tegen ons, hè, zijn tegen ons. We kunnen niet door op deze voet. Onze angst was, dadelijk stoppen ze helemaal met gas winnen. We hebben een heel groot probleem. Nou, Shell liet wel doorschemen. We snappen onze maatschappelijke verplichting dat dat niet kan. Want het zomaar helemaal stoppen met gaswinning betekent ook natuurlijk dat hier de gasstellen in het licht uitgaan. Dus, maar dat was in 2017 voor de kabinetsformatie, of tijdens de kabinetsformatie en nog een keer in begin 18. Ja. En dat leidt dan eigenlijk vrij snel tot het nieuwe akkoord. Nou, niet vrij snel. Dat is in ieder geval de opmaat naar het nieuwe akkoord op hoofdlijn. Ja, wat dus... ook nodig was, want zij wilden natuurlijk af van het juridische risico van de gaswinning. Ja, dat hebben we uitgebreid naar een van de heer Van Beurden. Ja, precies. Ja. Dus kort samengevat, voor de vakminister is mevrouw Van Loon, of de landen, de directeur van Shell, het eerste aanspreekpunt. Ja, de onderhandeling voor u is de heer Van Beurden het eerste aanspreekpunt. En in geval van nood nemen zij ook iemand van ExxonMobil mee, zeg. Zeker gebeurd. Althans, zeker kan ik terugnemen. En ik was een keer bij die... Maar goed, dat was in Delft een bijeenkomst waar we niet echt gezeten hebben. Ik heb daar een verhaaltje gehouden. En dat was met de commissaris. En die zijn natuurlijk niet fulltime. Die besturen niet dat bedrijf. Maar dat was... Ja. En ik merkte wel dat Shell ook, dat straalde ook Van Beurden uit, zich verantwoordelijk voelt voor die relatie als Nederlands bedrijf. Ja. Nou, inmiddels ook niet meer, maar in ieder geval toen nog. Dus als Nederlands bedrijf zeiden zij, voelen wij, trouwens dat zijn ze natuurlijk nog steeds op zekere hoogte, want ze zitten heel groot in Nederland. Terwijl Exxon er toch meer naar keek als een van hun investeringen. Hij voegde er ook nog een persoonlijke component aan toe. Dus ik zal die niet zo bij deze even doorgeven. Dat hij het altijd al zeer vriendschappelijk heeft ervan. Ja, maar dat is ook zo. Ik heb met hem, ik vind het een hele fatsoenlijke man. Ik heb hem altijd als zeer betrouwbaar ervaren. En die contacten zeer plezierig gevonden. Ja, zeker. Hij gaat nu weg als topman. Dus in begin, gaan kijken.
In april van 2016 nam dan een nieuw winningsplan in. En maar is dat nog één keer, wanneer? April 2016. Ja. In juni spreekt u opnieuw met de heer Van Beuren. En in voorbereiding op dat gesprek wordt een memo aan u, persoonlijk aan uw raadsadviseur overhandigd. Boven dat memo staat dat het alleen voor u bedoeld is. Ja, dat is een geheim. Dat is het grote geheim van deze enquête. Want we kunnen dat memo niet terugvinden. Het is natuurlijk ook besloten voor opgekomen. En nog steeds hebben we weer alle archieven omgedraaid. We kunnen dat niet vinden. Dat beantwoordt in ieder geval de vraag of u het memo ontvangen hebt. Ja, maar dat sluit niet uit dat ik het ontvangen heb. Maar in ieder geval, dan zou ik het aan de raadadviseur hebben gegeven. En dan zou het in de archief moeten zitten. Dus. Nee. Was dit een gebruikelijke manier van. Nee. Nee, dat zou ook de eerste keer zijn geweest en de enige keer als dat zo waren geweest waarop ik een vertrouwelijk memo krijg. Alleen voor mij, dat werkt ook niet. Ja, dat zou ook niet werken, want ik ben geen president van Nederland. Het is niet zo dat ik, zoals Macron en Frankrijk, exclusief daar besluiten kan nemen. Alles is natuurlijk collegiaal in Nederland, dus dat zou ook weinig zin hebben. Maar waarom, als het nou zo'n slecht idee is om op deze manier te communiceren? En de banden zijn zo goed. Waarom gebeurt het dan? Ik weet niet of het gebeurd is. Ik kan het gewoon niet vinden. Ik weet nog niet wie beweerde dat het er zou zijn. Nou ja, de heer Van Beuren herkende het. Ja, wat ik wel weet, misschien bedoelde hij dat. Dat hebben we het ook vorige keer even over gehad. Hè. Dat is dat manifest wat ze hadden opgesteld voor politieke partijen. Maar dat was openbaar, lijkt mij. Ja, wat wij via Shell kunnen halen is dat het een aantal bespreekpunten zijn. Vooruitlopend op een gesprek dat u 6 juni zou hebben. Wacht even, ja, maar 6 juni was het gesprek. Ja. En wanneer was die notitie? Voorafgaand aan dat gesprek. Wordt die notitie bezorgd bij het ministerie van Algemene Zaken. En u heeft die notitie? Of? April 2016. Ja, die hebben wij. Ja. Nou, dan wil ik hem ook wel eens zien. Ja, dat kunnen we, dat kunnen we straks regelen, denk ik. Ja. Dan zou ik even moeten kijken wat daar de precieze regels voor moeten zijn. Maar dat lijkt me haalbaar. Staat er iets spannends in. Maar een van de punten die zij daar graag onder aandacht willen brengen, is dus die eerder genoemde commitment aan die 27 miljard kubieke meter. Inclusief de toevoeging dat ze hopen dat die commitment nog steeds van kracht is. En dat ook EZ hierachter staat. Want ze ontvangen zowel vanuit EZ als vanuit de VVD signalen dat het ondertussen naar beneden moet. Dat klopt ook, denk ik. Als dat commitment, nogmaals, dan heeft hij. Kijk, als je kijkt naar het advies van het SODM uit mei van dat jaar, dat zegt al, je moet naar 24 terug. Dus we waren alweer verder aan het zakken, ja. Een van de andere zaken waar het gesprek over gaat, is over het optreden van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Die kritiek had geuit op een verkiezingsmanifest van Shell, waarin de connectie wordt gelegd tussen het geld voor de versterkingsoperatie en het winningsniveau. Mm-hmm. Wat was uw reactie op zijn kritiek daarop? Ik weet niet of hij dat zo besproken heeft. Ik kom het wel tegen in de voorbereidende notitie. We zien het ook in het gespreksverslag. Nee, wat u gehad hebt is de notitie ter voorbereiding op dat diner. Wacht, ik moet even kijken. Dit is juni het diner van. Even kijken, gesprek op 6 juni. Het diner van juni, Daar is geen gespreksverslag, maar de ingangsnotitie wordt genoemd dat zij het manifest met politieke partijen hebben gedeeld en dat het vooral bij Partij van de Arbeid Henk Nijboer helemaal verkeerd valt en dat de Partij van de Arbeid stelt dat Shell ten onrechte het meewerken aan herstelpreventie koppelt aan toekomstige gaswinning. Ja, maar u voert met z'n tweeën een gesprek en dan kan er natuurlijk wel aan de andere kant een gespreksverslag gemaakt worden. Ja, oké. En wat wij lezen is dat u zegt van als er nou weer politieke problemen zijn, laat het dan weten. Want dan kan ik misschien een bijdrage leveren om iets aan de gespannen sfeer. Ja, dat is altijd goed. Ik vind het belangrijk dat die grote bedrijven natuurlijk, dat die ook gewoon een goede relatie hebben met alle politieke partijen in Nederland. Ja, dat klopt. Wat vond u dat er zo expliciet kritiek werd geleverd op specifieke Kamerleden? De heer Bosman werd ook genoemd. Ja, maar ja, goed, vrij land, dat mogen ze doen. Maar die zijn toch in staat om dat te negeren, neem ik aan. Ja. Ja, ik zou daar niet zo heel moeilijk over doen. Het is, staat Shell vrij om van alles te vinden. En het staat in die Kamerleden dan weer vrij om dat soeverein naast zich neer te leggen, lijkt me. Kort voor dat. Ik ook zo dat hij dat zou hebben gedaan. Wat zegt u? Ik ken de heer Quint ook zo dat hij dat zou hebben gedaan. Ik kan dat niet uitsluiten. kort voor dit gesprek heeft minister Dijsselbloem aangekondigd dat er 244 miljoen extra naar het aardbevingsgebied gaat. En we lezen in verschillende stukken van de oliemaatschappijen dat dit onderdeel was van een deal in de coalitie om een hoger winningsniveau te kunnen handhaven.
Hoe is deze deal tot stand gekomen? Ja, dat zegt mij zo gauw, dat moet ik even nakijken. Dat is, wanneer was dat dan? Dat, die... dat is kort voor het gesprek, dan hebben we het over mei 2016. Dan kondigde de heer Dijsselbloem aan dat er extra geld naar het aardbevingsgebied gaat. En in de stukken van de olies lezen wij daar de analyse. Ja, de Dijsselbloem die is daar op tv, want dit, dat is onderdeel van nou ja, dat de PvdA geld voor de regio mag presenteren. Nee. Maar dat de VVD dan als prestatie terugkrijgt dat de winning overeind blijft. Nee, maar dat is ook feitelijk niet wat er gebeurt. Dat lijkt me echt onzin, eerlijk gezegd, als ze dat dachten. Wat een naïviteit. Nee, kijk, maar goed, u citeert dat, dus ik neem aan dat ze dat zo bedacht hebben. Maar de SODM heeft al in mei van dit jaar gezegd, je moet verder terug. Naar 24 toch? En dat doen we ook. Ja, het nieuwe winningsplan wordt in april ingediend. Maar dit gaat inderdaad over een notitie van mei 2016. Ja, maar toen lag er al een advies van het SODM, je moet terug. Uiteindelijk doen we dat ook. We besluiten nog voor de zomer in een Kamerbrief van Kamp, kom ik hier tegen, in 24 juni dat we naar 24 gaan. Ja. Dus dan is dat in ieder geval niet zo gelopen als ze hoopten blijkbaar. Maar ook logisch, want de hele lijn van het kabinet was ook... Ja, we houden de sfeer goed met iedereen, maar we gaan wel terug in winning als dat veilig kan voor de leveringszekerheid. Dus ja, dat heeft ook geen invloed gehad gelukkig op de besluitvorming. Okay. Gaan we naar 2017. Yes. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen wordt in februari weer een grote fakkeltocht georganiseerd in Groningen. Heel veel mensen gaan dan door de straten van de stad Groningen. En u gaat in die maand bij een uitzending van Pauw en Jinek in gesprek met een aantal mensen uit Groningen. De avond van de fakkeltocht zit ik bij Jinek alleen, herinner ik mezelf. Dus het komt twee keer terug inderdaad. Dit was volgens mij februari. Zit ik bij het programma Jinek en dan in een campagne zit ik bij 6 Paul maart, Jinek. 7 februari is ja, de 7 februari bij Jinek. En 6 maart bent u bij Pauw en Jinek, ja. Dus bij allebei. En dan zitten er veel Groningers ook in de uitzending. Klopt. In hoeverre was u op de hoogte van de onvrede over de schadeafhandeling? Ja, dat was wel iets wat natuurlijk ook in discussies langzamerhand echt zichtbaar begon te worden. Dat ik me er echt veel intensiever mee ben gaan bemoeien is vanaf mijn bezoek in juni 17. Dan ga ik op bezoek. Daarna laat ik dat onderwerp me ook niet meer onberoerd. Niet dat het daardoor zoveel beter gaat omdat ik het ermee bemoei. Maar ik probeer in ieder geval dat te versnellen. Er was op dat moment in het kabinet ook discussie over de grote onvrede. Over bijvoorbeeld de rol van de NAM en de rol van het feit dat het in een private... Dat het een private conflict is eigenlijk, tussen private partijen. En dat uit zich ook eigenlijk vrij snel daarna dat de Nationaal Coördinator Groningen zegt... ik zet dat schadesysteem stop en ik ga werken aan uw protocol. Maar dat is allemaal de opmaat. In die opmaat zit dit. Onvrede over snelheid. In het begin van het jaar wist u dit al, dat er toen zoveel onvrede was? Dat bleek wel schades. Uit die fakkeltocht en andere dingen die we hoorden. Ja. En ook dingen die ik natuurlijk aan mijn partij hoor. Je hebt natuurlijk allemaal je voelsprieten en... Kijk, dat het voor mij echt bam op mijn netvlies stond, was in juni toen ik op bezoek ging daar. En vanaf toen ben ik ook 1-2 keer per jaar erheen gegaan. Maar het was niet zo dat het mij of het kabinet onbekend was. Nogmaals, het is ook uiteindelijk... ik vind dat ze uitweg in het stopzetten van de dan op dat moment gehanteerde schadeafwikkeling. Ja, dat klopt. De minister van Economische Zaken is dan met de NAM en de Nationaal Coördinator Groningen aan het onderhandelen over een nieuw schadeprotocol. En 2 weken na de verkiezingen, dan kondigt de heer Alders aan dat het schadeprotocol wordt stilgelegd. Mm-hmm. Dat is een groot besluit. U heeft eerder aangegeven dat alle grote beslissingen rondom Groningen ook in de ministerraad aan de orde komen. Wat is hierover gewisseld in de ministerraad? Dat zou ik moeten nakijken. Ik heb dat nu niet gecheckt, eerlijk gezegd. Dus dat zou ik moeten nakijken. Maar wat ik... Kijk, het is een 31 maart wordt het stilgelegd, maar er is ook een Kamerbrief daarvoor van Kamp van 24 maart. Die daarover gaat dat het schadeprotocol niet meer door de NAM, maar door de NCG wordt vastgesteld. Dat ze ook laten adviseren. En dan is het uiteindelijk het stopzet op 31 maart. Dus ik kan hier zo gauw niet nagaan of dat ook in het kabinet is besproken. Maar op dat moment is dat natuurlijk een grote kwestie. Ja, wat vond u daarvan, dat het werd stopgezet? Ja, het past natuurlijk in een
in een tijd waarin we probeerden die situatie waarin mensen in een soort privaatrechtelijke relatie zitten met de NAM, met de oliemaatschappijen en niet een publiek, het publieke belang zelf, de publieke afwikkeling, het publiekrechtelijk zo goed mogelijk borgen van deze hele zaak. Daar paste dit in. Zijn bedoeling was ook niet om het stop te zetten en niks nieuws te doen. De bedoeling van Alders was natuurlijk stopzetten en dan zo snel mogelijk komen tot een nieuwe aanpak. En dat beschrijft Kamp ook weer in een brief van 13 april daarna. Ja. Op 16 juni 2017, u gaf het al aan, bracht u een werkbezoek aan de provincie Groningen met de nationaal coördinator in Appingedam. Wat zag u daar als belangrijkste pijnpunt? Nee, maar dat was een verschrikkelijk bezoek. En dat was de eerste keer dat het mij, los van alles, alle voelsprieten die ik probeer te hebben in de samenleving en alle contacten, partij, buitenpartij en natuurlijk die indrukwekkende fakkeloptochten en het indrukwekkende gesprek wat ik had met Groningers tijdens die uitzending van Pauw en Jinek in die aanloop naar de gemeenteraads- of Tweede Kamerverkiezingen. Dit bezoek was voor mij de top 2 van momenten. Er is nog een moment dit jaar, maar in ieder geval op dat moment waarin ik realiseerde wat een ongelooflijke, door er zelf te zijn en zelf mensen in de ogen te kijken, wat een ongelooflijke hoop pijn er is. Maar ook hoe complex het is. Dus ik heb mensen buiten het kantoor van de NCG toen gesproken in Appingedam die echt letterlijk ten einde raad waren. Het was een bizarre dag, want ik was morgens op kennismaakbezoek geweest met Macron. 'S Middags in Groningen. En de tegenstelling kon niet groter zijn. Dat prachtige Élysée. En dan die verschrikkelijke paniek in de ogen van mensen die zeggen, we raken totaal de controle op ons leven kwijt. En daarna ook het gesprek met Alders en de mensen die met hem bezig waren, ontzettend goede mensen die probeerden hem zo goed mogelijk daar die ondersteun te doen. En dat ging vooral over een stuk versterkingsoperatie daar in Appingedam. En dat je realiseert dat als je een rij van 5 huizen hebt, dat er niet 1 huis hetzelfde is. In de zin van, huis misschien wel, maar de mensen die er wonen, situaties, wisselwoningen, de hele complexiteit ook daarvan. En toen dacht ik, dat was echt een voor mij een heel belangrijk bezoek. Toen drong het echt tot u door. Ja, maar dat drong al eerder tot me door. Maar het is een moment dat je het niet alleen hier helemaal tot je doordringt, maar dat je het nog meer dan ooit hier voelt. Buik en hart. En dat was dat bezoek. Op dat moment ligt er een concept schadeprotocol van de Nationaal Coördinator met als belangrijkste pijler de verantwoordelijke staat. Kon u zich toen vinden in de ambities die daar mee gepaard gaan? Ik ben na dat bezoek Appingedam, maar dus ook breder. Ik was ook andere delen van Groningen geweest. Maar na dat bezoek van 16 juni ben ik me er wat meer mee gaan bemoeien nog eens een keer extra. Ook dat kunt u misschien vinden met contacten met Kamp en anderen over bijvoorbeeld de gedachte, moeten we ook niet een schadefonds instellen? Daar was u voorstander van? Ja, dat leek mij. Dat is er uiteindelijk niet gekomen. Overigens nee. Natuurlijk anders opgelost. Maar op dat moment was nog de gedachte, kun je een schadefonds instellen? Omdat ook meespeelde, hoe zorgen we ervoor dat de NAM verder op afstand komt te staan? Uiteindelijk is dit een zoektocht die 9 maanden duurt. Die leidt tot het instituut mijnbouwschade. Maar het heeft gewoon 9 maanden geduurd. Maar op dat moment hoop je en denk je, dit gaat weken of tot een paar maanden duren. Dat blijkt in praktijk niet zo te zijn. Het heeft natuurlijk veel te lang geduurd, wat ook heeft geleid. Dat vind ik ook een van de grote schandvlekken in dit hele dossier. Dat het 9 maanden heeft geduurd en dat het ook heeft geleid tot een enorm stuwmeer aan schadeafwikkeling. Ja. Maar het principe van de verantwoordelijke staat, dat de staat haar verantwoordelijkheid moet nemen in die schadeafhandeling. Ja, dat was iets wat op je steun kon rekenen. Ja, tuurlijk. En dat uitte zich natuurlijk ook in zo'n schadefonds. Dat je zegt, laten we nou kijken of we ook het nog veel meer dan we al doen op afstand kunnen plaatsen van de NAM. En we hadden natuurlijk wel het Centrum Veilig Wonen er intussen. Maar het gevoel wat ik ook merkte bij mijn bezoek aan Appingedam en andere gesprekken die dag, is dat mensen nog steeds het gevoel hadden dat het een NAM was die overal achter zat. En dat zij dus met een private partij aan het strijden waren. Nou, dat speelt natuurlijk allemaal een rol op dat moment. Hoe organiseren we het zo dat je een meer publiekrechtelijke uitvoering gaat krijgen en mensen dus meer kunt beschermen? Ja, er ligt dus op dat moment dat u in juni op bezoek bent, ligt dus dat schadeprotocol er met 4 pijlers van de verantwoordelijke staat, rechtvaardige schadebepaling, menselijke maat, onafhankelijkheid. Waarom kon het kabinet zich niet scharen achter dat schadeprotocol wat er lag?
Ook mijn beleving is dat er op dat moment met de regio ook nog veel gesprekken gaande waren over de precieze vormgeving. Ik geloof niet dat een van de partijen zei, we zien het niet zitten, maar die gesprekken waren op dat moment gaande en die duurden gewoon langer dan je zou hopen. Er is toch volgens mij niemand te verwijten, alleen als je erop terugkijkt, is het natuurlijk bizar, heeft het bizar lang geduurd. Ja. Ja, bijvoorbeeld dat instellen van het schadefonds was ook een wens van de regio. Dus dat moest, dat zat niet eerst volgens mij zat dat niet eerst in het pakket en dat is iets wat de regio dan suggereert. Dan zegt Kamp, dat moet natuurlijk ook goed bij studeren hoe dat dan werkt. Ik heb zelf ook nog in aanvulling op dat bezoek aan Appingedam een gesprek in het torentje met maatschappelijke organisaties, omdat er een diner zat aan het eind van die dag. Maar dat duurde, dat was door de tijdsdruk, konden we dat niet goed afronden. Toen zei ik, nou, laten we nou in Den Haag dat gesprek voortzetten, waaronder de maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met gaswinning en de vreselijke gevolgen daarvan. En daar heb ik ook mee over doorgepraat. Ook tegen hen gezegd, wij willen echt naar zo'n schadefonds en dat willen we ook waarmaken in dat gesprek. Ja, maar dat komt er niet. In hoeverre was er nou steun binnen het kabinet voor dat schadefonds? Hoe lag dat? Nou, volgens mij is het niet zozeer een kwestie geweest van geen steun in het kabinet. Maar zie je bijvoorbeeld ook, dan komt de zomer en dan zie je na de zomer dat NCG intensief overleg heeft, ook met allerlei maatschappelijke organisaties in Groningen. Dat ze dan nog geen overeenstemming hebben bereikt op enig moment over dat schadeprotocol. Maar dat iedereen het wel over eens is. Er moet iets komen wat op veel grotere afstand van de NAM staat. Maar dan zit je alweer in september. Hè, dan ben je alweer twee maanden verder. Maar nog even over dat schadefonds. Ik merk niet in het kabinet staat mij niet bij dat wij ruzie hadden over een schadefonds, wel of niet. Okay, nou, wij zien dat er met name op het ministerie van Financiën wordt gedacht dat die passages of die delen die over het schadefonds gaan, dat daarvan wordt gedacht binnen dat ministerie dat het wel heel erg ver gaat. Mm-hmm. Wat daarover is opgenomen in dat concept schadeprotocol wat er dan in juni al ligt. Mm-hmm. Zij vinden dat ook iets wat aan een volgend kabinet is. Hè. Dit is op het moment dat het kabinet demissionair is. Maar ik weet niet, ja, dat kan natuurlijk dat binnen financiën ambtelijk daar gedachten over zijn, misschien zelfs politiek, maar ik zie toch in de tijdlijn dat ook in september, en dan zit je dus nog voordat het nieuwe kabinet aantreedt, de gesprekken nog weer een Kamerbrief van Kamp is, waarin hij ook beschrijft dat we bezig zijn dat schadefonds in te richten. Maar inderdaad, dat er nog geen overeenstemming is bereikt tussen alle niveaus om daar hoe we dat precies gaan doen. Nou, we zien ook wel, en dat hebben we ook teruggehoord in de verhoren. De heer Alders, nationaal coördinator op dat moment, die geeft aan, ja, wij kregen op dat moment ook vertegenwoordigers vanuit het Rijk, vanuit de ministerie, zaten dan aan tafel, maar die gaven op een gegeven moment aan dat ze, ik probeer het even terug te halen uit mijn hoofd, dat ze eigenlijk niet meer stappen konden zetten daar aan tafel en dat ze niet een akkoord konden bereiken en dat dat te maken had met de demissionaire status ook. Ja, dat is niet mijn beleving, want en dat zie ik ook niet terug in de stukken zoals ik ze ook alweer heb bestudeerd, want je ziet dat ook in september. Nee, dat heeft de heer Alders hier in het openbaar verklaard. Nee, dat weet ik hoor, maar ik bedoel alleen, de vraag is, of ben ik het dan, heb ik dat ook zo beleefd? En als ik probeer ook nog naar al die stukken te kijken, dan zie je toch dat er nog geen overeenstemming is bereikt in september, maar daar zit niet in dat we gaan het vertragen vanwege de formatie. Er is discussie over hoe richt je het schadefonds in. De regio zegt op een gegeven moment, snap ik ook heel goed, je moet ervoor zorgen dat zo'n concept schadeprotocol juridisch goed getoetst wordt. Dus dat zijn op zichzelf begrijpelijke stappen. En dan praat je over september, dat is een maand voor het nieuwe kabinet aantreedt. Wordt daar gewoon over doorgepraat. Dus daar haal ik niet uit. Ik snap dat Alders het zegt hoor, dat accepteer ik. Maar dat kan ik zo niet zelf reconstrueren. Nee, ik verwees net even naar ambtelijk financiën. We zien een notitie van ambtelijk AZ, uw departement, over het bijpraten met minister Kamp over uw bezoek aan Groningen. Ja. En meer specifiek over het instellen van een schadefonds. Mm-hmm. Daarin staat opgetekend dat ambtelijk financiën lijkt zich ook te kunnen vinden in het idee van een schadefonds. Maar er is twijfel of Dijsselbloem dat deelt. Dat heb ik niet gecheckt op dat moment. Maar dat zou. Ja, kijk, ik krijg natuurlijk. U heeft dat niet besproken met minister Dijsselbloem? Nee, niet dat ik dat nu kan achterhalen. Nee, maar ik was er heel erg voor in ieder geval. Dat was echt een van de dingen die ik meenam uit dat bezoek.
dat je snelheid kon maken. En je ziet het ook steeds in de hele opzet van dat nieuwe schadeprotocol. Dat maar het komt er niet. Nee, het komt er niet, omdat het vastloopt in de vertraging van de gesprekken. Maar ja. Alders zegt dat komt door de formatie, dat haal ik er niet uit. Ja, we hebben hij is er dichterbij geweest, dus ik accepteer absoluut zijn opvatting daarover. Maar zoals ik het reconstrueer, zijn we tot eind september nog bezig geweest om er wel uit te komen. Ja, in het Dagblad van het Noorden van 17 juni 2017, dus een dag na uw bezoek, wordt ook aandacht gevraagd. Ik lees het even voor. Nogmaals, we moeten tempo maken om het gebied veiliger te maken. Dat heeft u aangegeven. Ja. Dat het een probleem is met een demissionair kabinet en de slakkengang in de formatie, noemt Rutte staatsrechtelijk geleuter. Ja. We kunnen gewoon besluiten blijven nemen, hoor. Ja. Dat schijnt u gezegd te hebben. Nee, dat herkent u. Ja, ik vind het ook echt. Ja, niet altijd alles wat in de krant staat is waar. Nee, maar dit is een uitspraak die u van uzelf herkent. Ik zou het achteraf bezien wat staatsrechtelijk geformuleerd willen hebben. Maar nee, kijk, een demissionair kabinet kan gewoon alle besluiten nemen die nodig zijn. En dat zie ik ook in die... Kijk, het duurt allemaal veel te lang. Want het duurt uiteindelijk tot januari voor het er komt. En er duurt nog 2 maanden voordat het IMG up and running is. Of de voorloper, maar... Je ziet tegelijkertijd dat in die maanden die gesprekken gewoon aan de gang zijn, inclusief het schadefonds. Wat heeft u op dat moment in de tijd gedaan om uit die impasse te komen over de schadeafhandeling? Ik ben zelf dus na dat bezoek een aantal gesprekken gehad met Kamp en ook met anderen over hoe gaan we dit doen. En ook dat gesprek gehad toen met mensen uit de regio, met maatschappelijke organisaties. De onderhandelingen zelf vinden we echt wel plaats voor de vakminister. Dat doe ik niet zelf. Dat doet de vakminister. En nogmaals, in zijn brief ook aan de Kamer van september schrijft hij... het is nog niet gelukt. Mede ook, en dat snap ik ook wel weer, dat de regio zegt... we willen nog eens even goed kijken naar de juridische kant van zo'n schadefonds. Nou, dat is niet gek. Dat hoort natuurlijk bij als je iets verandert. Op dat moment is gelukkig wel weer begonnen met de opname van schades. Die hadden natuurlijk stilgelegen sinds maart. Dus dat gebeurt dan gelukkig weer. Maar goed, het stuwmeer werk je er niet mee weg. Dat ontstaat dan. En nogmaals, ik vind dat een van de grote zwarte bladzijden in dat hele dossier. Dat het zo lang duurt voordat je lukt van stoppen van het oude schadeprotocol tot een nieuwe komt. Ja. En toch puzzelt me dan hier wel een vraag. Want u geeft ook aan, hè, ook in dat interview met het Dagblad van het Noorden. We kunnen gewoon besluiten blijven nemen, hoor. Als Groningen iets nodig heeft waar we achter staan... dan krijgt het dat. En ook hier geeft u aan, demissionair of niet, dit kan gewoon doorgaan. Ja. Toch zien we wel dat ambtelijk dus wel aan de orde is. En we zien ook in een Kamerbrief uiteindelijk dat wordt aangegeven dat dit aan een volgend kabinet wordt gelaten. Die rond diezelfde periode, rond de zomer, naar de Kamer komt. Hoe moet ik dat rijmen? Die demissionaire status met wat u aangeeft wat er nodig is, dat gaat gewoon over... gebeuren. Ook in, of we nou demissionair zijn of niet. En wat er dan achter de schermen en ambtelijk gedaan wordt. Nou, kijk, juni, juli, augustus, september lopen die gesprekken door. Sterker nog, de brief ook van Kamp in september beschrijft. Die gesprekken zijn gaande, maar we zijn er nog niet uit met de regio. En die heeft ook nog een paar vragen, logische vragen, die ook volkomen te begrijpen zijn. En ook over hoe richt je dat schadefonds in. Dat is op 19 september. Ja, dan zit je wel vlak voor de start van het nieuwe kabinet. Dus dan ga je wel langzamerhand naar een wisseling. Was het voor u op dat moment de verwachting dat er voordat er een nieuw kabinet aantreedt, dat er dan al duidelijkheid is over een nieuw schadeprotocol? Ja, volgens mij voor ons allemaal. Want ik kan niet precies terughalen waar de zin staat. We wachten op het nieuwe kabinet. Is dat die brief van 19 september? Dat haal ik er niet uit. De datum heb ik hier nu niet van die Kamerbrief. Kijk, maar het is wel de brief die vlak na de zomer naar de Kamer gaat. Dus dat zou goed kunnen zijn. Want daar is de conclusie in ieder geval. Ik heb dat hier zo gauw, kan ik dan niet terugvinden. Is wel de conclusie. We zijn er nog niet uit. Tot mijn spijt schrijft hij. Juridisch wordt getoetst, allerlei dingen. Dus op dat soort momenten denk ik, het gaat traag, maar er is gewoon gesprekken zijn gaan, er is geen conflict, er worden een paar logische vervolgstappen gezet om zo snel mogelijk tot zo'n schadeprotocol te komen. Uiteindelijk blijkt natuurlijk dat dan toch nog veel te lang duurt. En nogmaals, dat is vreselijk. Ja, maar heeft u erop aangedrongen dat er zo spoedig mogelijk een akkoord moest worden gevonden in juli. Over dat schadeprotocol en dat nog voordat het nieuwe kabinet aantreedt, bij wijze van spreken, geregeld zou worden? Heeft u geprobeerd daar in september geen aanleiding voor iets positiefs in te brengen om het te versnellen?
Ja, in juni, juli. Dus na mijn bezoek heb ik daar verschillende gesprekken over. Om te zeggen, ook het volle gewicht van algemene zaken te zetten. En van het premierschap achter, dit moet er komen. Het andere ligt stil, logische reden. We willen van tussen twee private partijen naar een publieke uitvoering. Schadefonds kan hier een grote rol in spelen. Dat blijkt ook uit alle gesprekken uit de regio. En vervolgens zie je dat dat ook gewoon besproken wordt. En dat die bal doorrolt, alleen te lang. Maar ja, dat kan, soms zie je er ook niet helemaal hoe lang dat duurt. Omdat er ook logische technische problemen opduiken. Zoals inderdaad de juridische toetsing en andere dingen. Dat heeft in ieder geval mij niet in september aanleiding gegeven. Om te zeggen, ik ga met Kamp bellen van je moet sneller. En bovendien, Kamp kennende, probeerde hij die dingen snel te doen. Het was niet iemand die dingen langzaam doet. Dank u wel. In het inwerkdossier van minister Wiebes vinden wij terug dat het ministerie van EZ een mening is toegedaan dat mede vanwege de formatie dit ontzettend lang stilgelegen heeft. Ja, dat moet ik dan. Dat is in ieder geval niet mijn beleving geweest, maar ik accepteer dat natuurlijk. En zij zaten er dichterbij. Ja. Dus dan is waarschijnlijk die opvatting ook de juiste. Het is dan Financiën, Economische Zaken, de Nationaal Coördinator, de gedeputeerden, die hebben allemaal gezegd. Ja, die formatie was een sta in de weg. Ja, nee, maar dat heb ik absoluut te accepteren als dat zo is. Ik kan alleen proberen voor mezelf terug te halen in die tijd waar ik er zelf bij betrokken was. Wat is mijn beleving? En die staat daar iets op gekruist. Maar dat, ja, het feit is dat het die tijd allemaal gekost heeft. En dat het ook na de formatie nog maanden duurt. Was er ook een samenhang met de gesprekken die met de oliemaatschappijen gevoerd moesten worden? Want uiteindelijk gaat natuurlijk een deel van het schadefonds, een deel waar de discussie over gaat, dat zal gevuld moeten worden met een financiële bijdrage door de oliemaatschappij. Op dat moment lopen ook onderhandelingen met de oliemaatschappijen. Ja. Die, nou ja, laat ik het zo zeggen, gingen ook niet elke altijd even voortvarend. Hingen die twee zaken met elkaar samen? Vertraagden die elkaar? Daar heb ik nergens aan kunnen treffen, nee. Niet in mijn beleving. Dan gaan we gewoon even door naar de onderhandelingen met de olies. Want in mei 2017 wordt het wijzigingsbesluit genomen dat er 21,6 miljard kubieke meter... In mei 17 is dat, hè? Ja, in mei 17. Uit het Groningenveld mag worden gewonnen. En in diezelfde periode bepaalt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat het OM strafrechtelijk onderzoek moet instellen naar de NAM. NAM wordt in een andere zaak ook veroordeeld om immateriële schadevergoedingen te betalen. We hebben het hier vandaag ook al met de heer Van Beurden over gehad. Hij stuurt u kort daarna een mail met hoge urgentie om op topniveau te spreken over zijn zorgen over de gaswinning in Groningen. Ja. Wat vond u van de zorgen die Shell en Exxon hadden over die veranderende juridische context? Ja, kijk, zo'n OM-zaak, daar zijn we natuurlijk als politie allemaal op getraind. Dat laat je daar gaan we niet over. Maar er was een ander probleem. En dat is dat ik merkte in die gesprekken met Shell, en die snapte ik, dat daar natuurlijk een toenemende mate ongemak was over minder gaswinning. Ja, oké, dat is dan een besluit van de overheid op basis van veiligheid. Maar dan kom je op een punt dat er twee nieuwe problemen ontstaan, namelijk onze juridische, voor de olies bedrijven, juridische aansprakelijkheid. En het feit dat onder een bepaald niveau gaswinning, om het maar even huiselijk te zeggen, het meer kost om het uit de grond te halen dan het oplevert. Ja. En de zorg die er was bij delen van het kabinet, in ieder geval bij mij, over de vraag, ja, we moeten ook wel voorkomen dat waar wij zelf geen spulletjes hebben om het gas uit de grond te halen, dat zij er daar mee stoppen. Nou, dat lijkt me een heel vergaande. Maar ik begreep wel heel goed de druk die Shell voelde. En een Exxon in de nek hijgend waarschijnlijk. Die dacht, ja, Nederland, waar is het eigenlijk op de wereldkaart? Shell zich daarbij natuurlijk wel veel meer verbonden voelend met dit land. Want dat was hier gevestigd en eigenlijk nog steeds. Dus dat snapte ik. En dat heeft ertoe geleid dat we hebben gezegd eigenlijk in die twee gesprekken, ook met Esso erbij, Exxon erbij, in 17 en begin 18. Om te zeggen, we moeten nu versneld naar een nieuwe verhouding. Dat is dan geëindigd in het akkoord op hoofdlijnen met nieuwe eigendomsverhoudingen, nieuwe afspraken. Ja. En dat is denk ik nog steeds een hele goede zaak geweest dat we dat gedaan hebben. En dat, u zei het al, het eerste gesprek hierover is op 11 juli. Samen met de topmannen van Exxon en Shell, dus de heer Van Beurden, maar ook Darren Woods. Wat kreeg u van hen mee wat er moest gebeuren om de gaswinning te redden? Nou ja, niet dat ze nou dreigden te verstoppen als we er geen winst meer op maakten. Maar nogmaals, ik snap het op zich. Het probleem zijn waar ook die bedrijven mee zaten. En wij zaten met het punt dat we zeiden, we laten ons niet daardoor afhouden in het verlagen van de gaswinning. Dus dan moet je tot een nieuwe verhouding komen. De belangrijkste punten die in die twee gesprekken, zeg ik maar eventjes, naar voren kwamen, hadden te maken met
voor ons ervoor zeker stellen dat de eventuele kosten voor schade en versterken, dat die gewoon door Shell en Exxon betaald blijven worden. Dat er pas een garantie voor wordt afgegeven. Voor hen was heel belangrijk dat de staat het winningsniveau zou bepalen. Ja. En dat dan eigenlijk gezegd zou worden tegen de NAM, jullie krijgen een winningsplicht. Ja, daar zit een juridische component aan dat wanneer de staat een directe opdracht geeft aan NAM, NAM zich kan verschuilen, tussen aanhalingstekens, ja, achterstaan. En die snapte ik van hun, ja, want zij zeiden, wie neemt het risico? Want wij lopen ook hier als bedrijf een risico. En wat je daarmee bereikt, is zekerheid dat er gewonnen blijft worden. En dat moest, want we konden op dat moment nog niet terug naar nul, want we waren nog te afhankelijk van het gas. En ook belangrijk dat er geen claim meer zou liggen op het gas wat in de grond zit. Ja. Nou, dat was allemaal aspecten en dat heeft uiteindelijk, dat waren wensen van hun, wensen van ons in juli 17, januari 18. En uiteindelijk is dat heb ik zelf niet gedaan, dat heeft dan natuurlijk de minister van Economische Zaken en Financiën hebben dat verder uitonderhandeld. Ja. En dat vind ik ook voor de overheid gunstig akkoord op hoofdlijnen. Maar ook, denk ik, voldoendend aan de wensen die leefden bij de oliemaatschappijen over de nieuwe verhoudingen. We komen straks op die uitkomsten van het akkoord op hoofdlijnen nog wat gedetailleerder terug. Dan is het gesprek in juli. In die voorbereidende notitie zien we dat u erop wordt voorbereid dat Shell en Exxon serieus nadenken over een route op weg naar volledige stopzetting van de gaswinning in Groningen. En dat is, nou ja, de heer Van Beurden heeft daar ook een aantal woorden aangeweid vandaag. En die waren wel duidelijk dat de maat voor de olie is echt. Ja, maar het was niet zo van het is beter voor de aardbeving als we geen gas meer winnen. Dit was, ja, we willen het niet meer winnen misschien. Ja, nee, exact. Ja, de achterliggende. Nee, je zag in de mediaberichten de afgelopen dagen wel. Oh, Wiebes in maart 18 terug naar nul. Maar de olies hadden dat eigenlijk al lang bedacht in juli 17. In mijn beleving zeiden ze dat in juli 17. Omdat zij nadachten over hoe kunnen we helemaal van het risico af voor onszelf. En dat begrijp ik ook. Ik bedoel, het is ook zo'n commerciële bedrijf. En daar moet je als overheid er ook zakelijk mee praten. Je kan die verhoudingen goed hebben, maar uiteindelijk is er een publiek belang wat wij als kabinet moeten afdekken. De heer Van Beuren had het overigens wel degelijk over een afbouwplan waarbij er over een langere periode tot 2030 uiteindelijk naar nul gegaan zou worden. Zeker. Nee, dat zal zo zijn. Want dan, maar dat is Shell, wat Shell natuurlijk, denk ik, ook snapte de enorme gevolgen van de Nederlandse samenleving als je zomaar zou stoppen met gaswinning. Onze zorg staat natuurlijk ook een beetje bij Exxon, wat natuurlijk een grote afstand heeft van Nederland. Was dat eigenlijk het eerste moment dat er met u werd gesproken over een mogelijk nulscenario? Nee, want nogmaals, het was meer een angst die we hadden, het nulscenario, dat zij ermee wilden stoppen. Ja. En dat kon helemaal niet. Nee, het nulscenario is echt van die bus in maart 18. Maar dat is natuurlijk het reële nulscenario, dat je op een manier dat je ook nog de huizen blijft verwarmen, zo snel mogelijk terug naar nul gaat. Het ging net al even over de onderhandelingen over het schadeprotocol en de samenhang met een schadefonds. We zien dat ook Shell en Exxon zeggen, wij willen eigenlijk wel zo'n schadefonds. We vinden dat het tijd is om op afstand komen te staan bij die schadeafhandeling. Ze willen dat onderdeel maken van onderhandelingen over, over het gasgebouw. Was er ook een mogelijkheid om over het schadefonds apart te onderhandelen? Of, daar ben ik zelf niet bij geweest. Dat zouden we echt even moeten checken weer bij Wiebes en Hoekstra. Dat weet ik niet. Van Beuren en Woerts willen uiteindelijk een vervolgafspraak. Die wordt een paar keer naar voren geschoven. Ik vermoed zomaar om agendatechnische. Ik zag dat hij ook in de weergave, ik zag in de media, zei het moest nu wel een keer plaatsvinden. Dat werd in januari. Ja. In hoeverre wilde u dan zelf bij die onderhandelingen over de nieuwe afspraken over de gaswinning betrokken zijn? Niet. Nee, dat is echt aan de vakminister. Die krijgt een mandaat van het kabinet. Ja. Maar in mijn rol als premier en relatie behoudend met grote maatschappelijke organisaties, bedrijven, breed. IPO, VNG, maar ook Shell en de Vereniging van Ziekenhuizen, noem maar op. Is het noodzakelijk dat ik ook regelmatig wel beschikbaar ben voor gesprekken. Zonder dat ik dan zelf ga onderhandelen. Dat gaat niet. Daar heeft de AZ ook niet de middelen voor. En de ondersteuning. Dat moet echt bij de vakministers. Maar dit waren natuurlijk wel belangrijke momenten waarin zij hadden nagedacht in 17 als gevolg van de verder teruglopende gaswinning. En in 18 in het verlengde daarvan naar het kabinet. Om te zeggen, we moeten praten over hoe gaan we het nou doen.
Juist daarom kon ik me voorstellen dat wanneer het een paar keer vooruitgeschoven wordt, dan een moment komt dat je zegt, nou, u kunt het ook even met de vakminister proberen als het mij niet lukt. Nee, maar ik vind wel dat ik op dit soort fundamentele momenten wel beschikbaar moet zijn voor deze bedrijven als ze dat willen. Zoals ik dat ook ben als Jan van Zalen van VNG zou bellen of als de voorzitter van Greenpeace belt en zegt, ik moet nu met je praten. Dat vind ik gewoon mijn taak, maar dat betekent niet dat u gaat dan ook belletjes krijgen naar dit verhoor, denk ik. Daar ben ik ook bang voor. Jan, niet bellen. Nee, zonder gekheid, nee, maar ik moet wel beschikbaar zijn voor die momenten. Als premier, dat is mijn invulling van het ambt, zonder dat ik dan zelf het ook helemaal overneem. Dat gaat niet. Speelde bij deze onderhandelingen de demissionaire status van het kabinet nog een rol? Het gaat over meerjarige verplichtingen, het gaat over financiële constructies, het gaat over het verdienvermogen. Ja, dat vermoed ik wel, omdat je natuurlijk in dat eerste gesprek zoals in juli, en ik zie ook een beetje die frustratie terug bij Ben van Beurden zijn verhoor, dat hij zegt, het duurde vervolgens wel lang en er stond niks in het regeerakkoord over. Ja. Over die winningsplicht die hij zo graag wilde. En dan duurt het ook nog tot begin 18. Ik vermoed dat daar de formatie en het opstarten met een nieuw kabinet een rol heeft gespeeld. Tegelijkertijd was daar ook twee keer, en volgens mij fysiek, in mijn beste herinnering, ook de baas van Exxon Woods bij. Dus dat kan ook nog agendatechnisch een punt zijn geweest. We hebben dat niet proberen te vertragen of zo. Ik vond het gewoon, en ook Kamp in de periode daarvoor en Wiebes daarna, een reëel punt. Dat we moesten praten. Het was ook overigens uit het OVV-rapport. In 2015 was al gezegd, je moet eigenlijk gaan nadenken over andere verhoudingen tussen de olies en de staat. De oliebedrijven en de staat. Dank u wel. We zijn inmiddels al 7 kwartier bezig. Lijkt me een goed moment om echt even te pauzeren. Dat doen we een kwartier lang. Ik verzoek de griffier om u en uw steunverlener even naar buiten te geleiden. Heel goed. Ik schors de vergadering tot 4:15.